Geachte leden van de gemeenteraad van de gemeente Hardenberg. Ik open de raadsvergadering van dinsdag 25 juni 2019. Heet u allemaal van harte welkom. In het bijzonder wil ik ook welkom heten onze excellentie de heer Brink. Rick, van harte welkom in deze gemeenteraad. Fijn dat de minister in ons midden is. En vanaf deze plaats wil ik als voorzitter van de gemeenteraad en van het college... jou nogmaals, we hebben dat al stoffelijk gedaan met mooie bloemen namens raad en college. Maar nogmaals hier met woorden van harte feliciteren met de geweldige prestatie die je hebt geleverd door die verkiezing van minister van Gehandicaptenzaken te winnen. Je hebt het geweldig gedaan, mooi neergezet zeg maar. Daar zijn we ongelooflijk trots op en ik heb de afgelopen week, twee weken ook gemerkt na maandagavond zeg maar... hoe trots de inwoners van deze gemeente zijn op het feit dat jij in ons midden bent en dat jij de minister van Gehandicaptenzaken bent. Wij hebben ook in het college vanochtend even nagedacht van hoe kunnen we daar nou bij stilstaan. Ook even contact met de griffier gehad. De minister moet gewoon eerst aan het werk gaan. Daarna krijgt hij pas lof en waardering na een jaar aan de hand van de bereikte resultaten. Dat staat ook nog steeds, ook hier in Hardenberg doen we dat. Maar we hebben wel gezegd, ook in het college, we zijn het aan onze stand verplicht. Als zijnde het feit dat we de meest inclusieve gemeente van Nederland zijn. Maar ook nog eens een keer een minister in onze midden hebben vanaf vorige week. We zijn bezig met het speeltuinenbeleid. Een van jouw belangrijke speerpunten waarmee je hebt, waar je dat heel mooi hebt neergezet. Wij zijn ook bezig met het speeltuinenbeleid. Wethouder Kitta Luiten is daar heel druk doende mee. En wij willen heel graag zo snel zijn dat wij heel snel zo'n hele mooie inclusieve speeltuin ook hier in Hardenberg gaan realiseren. Daar wordt al volop aan gewerkt door de wethouder en de organisatie. En we zouden jou daar heel graag als minister bij willen betrekken om misschien op zijn minst wel de opening te doen. Maar in ieder geval ook om mee te denken van hoe je dat nou vorm en inhoud geeft. Zodat we ook daarin als gemeente Hardenberg samen met de minister voorop blijven lopen. Dus dat is een cadeautje. Van de zijde van het gemeentebestuur van Hardenberg in de richting van excellentie. En hierna ga ik je ook weer gewoon aanspreken als raadslid van de gemeente Hardenberg. Heel veel succes. Applaus. Ja. Mag ik even heel kort op reageren, voorzitter. Heel hartelijk dank voor de mooie woorden. En ook namens alle felicitaties die we ontvangen hebben vanuit onze mooie gemeente Hardenberg. Ik blijf mijn raadswerk uiteraard gewoon doen. Dus ik ben nu weer gewoon raadslid Rick. En voor de andere dagen in de week doe ik andere dingen. En het cadeau is natuurlijk fantastisch. En ik hoop dat we er met elkaar iets heel moois van gaan maken. Dank u wel. Dank en nogmaals heel veel succeswens namens ons allemaal het komende jaar. Bij de opening van deze agenda, van deze vergadering, meld ik ook nog de afwezigheid van de heer Odink en de heer Pieper. Ja, voorzitter, hij is onderweg. Hij is onderweg, oké. Mevrouw Joldersma, het CDA, komt ook later. En mevrouw Ruske is afwezig. En dan zijn wij rondje compleet. Niet helemaal. Nog niet helemaal, want ook mevrouw Kloekhorst. Die komt niet. Nee, die heeft zich afgemeld bij de griffier. Akkoord. Dan zijn wij compleet. Aan de orde zijn de ja-stukken, de bestuursrapportage en de kadernota. En daarnaast ook nog een hamerstuk. Ik heb gemerkt dat het hier warm kan worden. Ik hoop dat ik het jasje aan kan laten, dat de vergadering dus niet al te lang duurt. Mocht de vergadering nou wel lang gaan duren, dan merkt u dat aan mij als ik mijn jasje uit ga doen. Dus het is aan u. Voldoende mededelingen lijkt mij. Laten we overgaan naar agenda punt 2 van deze vergadering, de actuele vraagronde. Is er behoefte om gebruik te maken van de actuele vraagronde? Ja, mevrouw Verschuur, 50+. Dankjewel, voorzitter. Ik heb een vraag aan de portefeuillehouder. Vanmiddag is mij ten gehore gekomen dat de huisartsenpraktijk op dit moment in Slagharen al 3 dagen gesloten is. Mijn vraag aan de portefeuillehouder is dan ook van, de portefeuillehouder ook al in gesprek geweest met de huisartsenpraktijk in Slagharen? En of gebeurt dat nog? Dankjewel.
Ja, actuele vragenronde. De huisartspraktijk in Slagharen. Ja, de heer Terietstap is portefeuillehouder. Maar ik hoorde zojuist in ieder geval dat een raadslid uit deze raad vandaag nog bij niet bij de huisarts, maar wel bij de huisartsenpost in Slagharen is geweest. Dus ik kan u in ieder geval melden dat hij niet dicht is. Maar kijk ook even naar de portefeuille. Voorzitter, mag ik hier even een aanvulling op doen? Dat klopt. De huisartsenpraktijk was zelf wel open, maar de huisartsen waren zelf niet in dienst. Dat is wat mij vandaag verteld is. Ik heb er nog specifiek naar gevraagd van, hoor ik goed wat u zegt? U zegt tegen mij, dus er werd, ja, vandaar dat ik nu ook mijn vraag stel. Ja, voorzitter, mij is wel bekend, toevalligerwijs zeg ik er even bij, dat er rond persoonlijke omstandigheden, dat ik weet dat daar de huisarts momenteel niet is. U stelde er eigenlijk nog een andere vraag bij, van ja, zijn we ook in gesprek hè, met de huisartsen? Op dat laatste kan ik in ieder geval wel zeggen dat we dat zijn. Hè. Volgens mij zit ik volgende week nog weer met een heel aantal huisartsen, juist om rond dit soort zaken ook te bespreken. Want wij onderkennen met elkaar wel dat niet alleen hier, maar ook hier wel degelijk zorgen zijn over hoe we met, rond die bezetting zitten en hoe we voldoende huisartsen hier houden. En daar zijn wij ook als gemeentebestuur met de huisartsen over in gesprek. Dat is voldoende. Akkoord is voldoende. Voor dit moment althans. Voor dit moment zeker. Ja. Oké. Okay. Dat brengt ons, als er geen andere vragen zijn actueel, dan gaan wij over naar agenda punt 3, vaststelling van de agenda. Kunt u deze agenda goedkeuren? Dat is het geval. Dank. Vaststelling, nee, het spreekrecht bij de agenda punt. Er hebben zich geen mensen gemeld vooraf, ook nu niet, zie ik. Dat betekent dat wij agenda punt 4 ook kunnen afhameren. Dan komen wij bij agenda punt 5, vaststellen van de besluitenlijst van de raadsvergadering van 21 mei jongsleden. Geen opmerkingen binnengekomen, ook nu niets. Dan is deze al dus vastgesteld. Brengt ons bij de bespreekstukken van vanavond. Zoals gezegd, ja, stukken bestuursrapportage en kadernota. We hebben aan de voorkant met elkaar afgesproken dat er een algemene beschouwing komt op alle stukken. Daarin kunnen ook eventuele moties, amendementen worden ingediend. In de tweede termijn kunnen fracties op elkaar gaan reageren, ook op de ingediende eventuele moties, amendementen. En dan in de derde termijn gaat het college reageren. En dan hopen we in de vierde termijn tot een afronding en besluitvorming te kunnen komen. Zo is dat afgesproken. En tot op heden werkt dat altijd goed en gestructureerd. En ik ga ervan uit dat het vanavond ook weer kan gebeuren. Op volgorde van grootte van de fracties wou ik dit doen. De behandeling van de jaarstukken en de kadernota. Het woord is allereerst aan de CDA-fractie, de heer Brink. Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, wat gaat de tijd toch snel en wat kan er in een korte tijd toch ook een hoop veranderen? 2018 was het jaar waarin we besloten om afscheid te nemen van de huidige samenwerkingsvorm met de gemeente Ommen. En wat we zien is dat de aankomende jaren dit dossier onze volle aandacht zal moeten blijven ontvangen. Niet alleen in het licht van de ontvlechting, maar zeker ook als het gaat om het opbouwen van onze eigen interne organisatie. Voorzitter, voor het CDA is het altijd een heel mooi moment. Een moment waarbij we enerzijds terugkijken op het afgelopen jaar en daarnaast vooruitkijken naar het jaar dat nog voor ons ligt. We willen de organisatie allereerst bedanken voor de heldere beantwoording van onze toch wel wat vele technische vragen als het opstellen van de stukken. En als we de stukken lezen, dan moeten we constateren dat waar andere gemeenten flink moeten bezuinigen vanwege oplopende tekorten in bijvoorbeeld het sociale domein, onze gemeente er weer in slaagt om stevast te blijven investeren in onze mooie samenleving. En dat doet ons goed. Zo wordt er bijvoorbeeld volop geïnvesteerd in onze sportaccommodaties en investeren we volop in onze onderwijshuisvesting. Maar voorzitter, na deze bejubeling is het vaststellen van de jaarstukken en de kadernota ook altijd een mooi moment om als CDA accenten te leggen. Die wij als fractie belangrijk vinden. Allereerst zou ik graag willen stilstaan bij de voorspelbaarheid van onze begroting. Want waar we eerder dit jaar nog dachten rekening te moeten houden met een tekort, blijkt dat we nu een fors, dan wel incidenteel, overschot hebben. Als CDA-fractie zouden we graag werken aan een betere voorspelbaarheid van onze begroting, zodat we daarop ook onze beleidsontwikkeling kunnen afstemmen. En als voorzitter van het presidium zou ik de portefeuillehouder graag uitnodigen om in dit gremium daar eens over te klankborden. Het CDA staat voor een gemeente Hardenberg die bouwt aan de toekomst.
op het gebied van bijvoorbeeld woningbouw, landbouw, economie, onderwijs en natuurlijk onze recreatieve sector. Het is dan ook ontzettend belangrijk dat wij onze streekfunctie, die we eerder bijna dreigen te verliezen, behouden. En het was dan ook niet voor niets dat ik tijdens de vorige vergadering heb gevraagd wat wij in dit gemeentehuis zullen doen om deze streekfunctie een optimale lading te geven. De portefeuillehouder noemde toen een opsomming en het stelde ons enigszins gerust. Echter zien wij dat na de coalitieonderhandelingen in Zwolle veel investeringen toch gepland staan in de Twentse regio. En we willen het hele college als ook de raad oproepen om de lijntjes met onze provincie kort te houden. Zodat we kansen in een vroegtijdig stadium kunnen signaleren en waar nodig kunnen verzilveren. Kansen zouden zich bijvoorbeeld kunnen voordoen op het gebied van mobiliteit. Denk bijvoorbeeld aan het doortrekken van de spoorlijn, dan wel de ontwikkeling van een stationsgebied. En dat sluit ook mooi aan bij een visie die momenteel volop in ontwikkeling is. De mobiliteitsvisie. Zoals in de oriënterende ronde al aangegeven, heeft onze fractie zich in de afgelopen periode verdiept in oplossingen voor openbaar vervoer in kleine kernen. Dit naar aanleiding van knelpunten die ontstaan doordat lijnbussen steeds minder aanwezig zijn. De provincie heeft een innovatiefonds beschikbaar die slimmere vormen van openbaar vervoer moeten aanjagen. En een mooi voorbeeld daarvan is Twentsflex. Een project in de gemeente Rijse-Holte die ervoor zorgt dat openbaar vervoer slimmer wordt ingezet. Onze vraag aan de portefeuillehouder is hij bereid om samen met de provincie te verkennen waar mogelijke knelpunten zich voordoen als het gaat om het openbaar vervoer in met name de kleine kernen? En is hij bereid om samen met stakeholders te werken aan een oplossing zoals bijvoorbeeld Twentsflex? Naast slimmere vormen van openbaar vervoer roepen wij de portefeuillehouder op om landbouwverkeer op de Twenteweg mogelijk te maken en die aandacht aan te besteden in de mobiliteitsvisie. En daarnaast zouden wij graag zien dat de portefeuillehouder nogmaals in gesprek gaat met de gemeente Staphorst voor de aanleg van het fietspad Groot Oever. En onze vraag aan hem is dan ook of hij hiertoe bereid is. Zullen we de gevaarlijke situatie al daar kunnen oplossen en rendement kunnen halen uit het feit dat de gemeente Staphorst wel gaat investeren. Daarnaast blijft de situatie rondom de Boshoek onze zorg houden. Mede hierdoor dienen wij samen met de VVD en op koers een motie in waarvan de heer Gelling straks het dictum zal voordragen. Maar zonder goede doorstroming van verkeer, op welke manier dan ook, staat alles stil. Voorzitter, het CDA signaleert ook een aantal ontwikkelingen in onze samenleving waar wij ons wat zorgen over maken. Allereerst de eikenprocessierups. Die zorgt voor een steeds verder toenemende overlast. En om deze overlast terug te dringen, dienen wij samen met de VVD en de ChristenUnie een motie in waarvan het dictum als volgt is. Draagt het college op per direct te starten met extra inzet op het bestrijden van de eikenprocessierups, maatregelen te treffen om deze problemen in de toekomst te vermijden en de benodigde kosten hiervan te dekken uit de algemene middelen en gaat over tot de orde van de dag. Dank u wel. Deze motie gaan we nummeren. Motie 1. Daarnaast hebben we toch wat zorgen over het thema veiligheid. Er wordt een projectcoördinator ingesteld die gaat werken aan de aanpak rondom problematische jeugdgroepen. Wij zouden als fractie graag zien dat wij bij de totstandkoming van het plan leren van andere gemeenten die bijvoorbeeld straathoekwerkers inzetten, zodat we de overlast van dergelijke jongerengroepen drastisch kunnen inperken. Ik kom op het punt waar het CDA ook graag aandacht naar wil besteden en dat is het thema eenzaamheid. Een steeds terugkerend thema in de regionale, maar zeker ook de landelijke media. Ook in onze gemeente zijn er mensen die zich eenzaam voelen en dat is iets wat zeker niet leeftijdsgebonden is. De CDA-fractie heeft zich onlangs laten informeren over Dag en Doen. Een mooi initiatief waar steeds meer gemeenten rondom Hardenberg mee aan de slag gaan. Neem als voorbeeld de gemeente Dalfsen. De CDA-fractie zal in de aanloop naar de begroting van 2020 werken aan een initiatiefvoorstel en zal u daarbij als raad meenemen als ook overleg voeren met de andere stakeholders. Voorzitter, wat is een bijdrage van het CDA zonder aandacht te besteden aan de onroerend zaakbelasting? In dit huis beter bekend als de OZB. Voor het CDA altijd een kritisch punt geweest waar we te allen tijde vinger aan de pols willen houden. Als wij het coalitieakkoord nog eens nalezen, dan zien wij dat wij de OZB niet verder laten stijgen dan middels de inflatiecorrectie. En vanzelfsprekend, voorzitter, zal het CDA zich daar ook aan houden.
Echter, in de afgelopen periode is er wat onduidelijkheid bij ons ontstaan over de verhouding OZB-woningen versus niet-woningen. En in verschillende sectoren horen wij wat geluiden over een mogelijke scheefgroei in verhoudingen dan wel opbrengsten. Het CDA zou dan graag verder inzicht willen krijgen in de bijdrage OZB-niet-woningen. Wie draagt welke lasten? Onze vraag is, kan de portefeuillehouder in de aanloop naar de begroting van 2020 een dergelijk overzicht bij ons aanleveren? En kan hij daarbij aangeven wat de impact zou zijn wanneer we zouden overwegen om de niet-woningen niet te indexeren met de inflatiecorrectie? En nu we het dan toch hebben, voorzitter, over de gemeenschappelijke heffingen, dan wil ik namens de fractie ook nog graag inzoomen op de evenementen in kleine kernen. En dan met name op de leges en vergunningen voor kleine evenementen, zoals bijvoorbeeld rommelmarkten, optochten, avondvierdaagse en de dodenherdenking. En zo zijn er ongetwijfeld nog meer. Maar gemeenschappelijk hebben ze dat ze allemaal een maatschappelijk doel dienen. We horen van veel organisatoren dat het soms complex is dergelijke evenementen te organiseren. Niet alleen vanwege leges, dan wel vanwege de toenemende wet en regelgeving en de verschuivende verantwoordelijkheid van gemeente en provincie. We willen het college oproepen om maximaal te faciliteren als het gaat om de organisatie van dergelijke evenementen, zodat we de samenleving in haar kracht kunnen zetten. En om dit effect te versterken, stellen wij een uitbreiding van het maatschappelijk initiatievenfonds voor, waarmee we kleine evenementen zouden kunnen aanjagen en de samenleving nog meer in haar kracht kunnen zetten. En om dit te realiseren zal de heer Stelpstra van de ChristenUnie straks een motie indienen die het ook mogelijk moet maken dat we de dorpsvisies, waar hard aan gewerkt wordt door velen, een stapje verder brengen en de leefbaarheid van de kernen een extra boost geven. Het laatste punt, voorzitter, dat ik graag onder uw aandacht wil brengen, is de stichting Hartveilig. Zij werken aan een netwerk van AED's die het mogelijk maakt dat mensen die last krijgen van hun hartritme een steeds grotere kans hebben om te overleven. Hardenberg heeft één van de beste AED-netwerken van ons land. En daar is het CDA trots op. Maar om dit in stand te houden is een continue stroom van geld en aandacht vereist. We willen de portefeuillehouder dan ook oproepen om samen met de stichting en andere stakeholders te werken aan een plan, zodat we het netwerk optimaal kunnen vormen en daarnaast kunnen werken aan een gezonde financiering en gezamenlijke verantwoordelijkheid kunnen nemen ten aanzien van ons AED-netwerk. Dit plan zou wat onze fractie betreft dan verwerkt kunnen worden in de begroting en we horen hierop graag de reactie van de portefeuillehouder. Voorzitter, het is warm, dus ik rond af. In dit betoog heb ik aangegeven waar, wat het CDA betreft, de kansen liggen voor het aankomende jaar. En mijn oproep zou zijn, laten we die kansen vooral pakken. Door samen te werken en door gebruik te maken van de kracht van onze samenleving. Want dat is een kracht die bij onze gemeente past. Een kracht van gewoon doen. Dank u wel. Dank u wel, heer Brink, voor uw bijdrage van de zijde van het CDA. Ik geef graag het woord hierna aan de fractievoorzitter van de ChristenUnie, de heer Stelpstra. Lieve mensen, geachte toehoorders, inwoners, ambtenaren, raadsleden en college. Gezien de temperatuur lezen wij de tropenversie van onze bijdrage voor. De overige 13 pagina's kunt u morgen van onze website downloaden. Voorzitter, allereerst namens de ChristenUnie-fractie onze dank voor het vele werk dat is verzet door onze ambtenaren. Wij hebben hiervan gelezen in het jaarverslag en we zijn ook dankbaar voor het resultaat dat is behaald. Financieel een dikke plus, terwijl in veel andere gemeentes in Nederland een negatief resultaat te zien is. Het brengt ons wel direct bij een kwetsbaar punt. De genoemde voorspelbaarheid van onze begroting en de bestuursrapportages, of liever de wederom gebleken onvoorspelbaarheid. De afwijkingen, hoewel ook grotendeels niet beïnvloedbaar, zijn fors. En wij willen hier graag eens verder over doordenken met de portefeuillehouder en onze raadscollega's. Wij zien wel wat in een kwartaal best wordt op essentiële posten, zoals jeugd, WMO, grondbedrijf en interne organisatie. En zo zijn er nog wel een paar te bedenken. Als ChristenUnie-fractie kijken we liever vooruit.
We hebben nog een hoop ambities en uitdagingen te slechten. We kijken uit naar een wereld zonder lijden. Maar tot die tijd willen we het hier een beetje beter maken. En voor ons blijft de reguliere bijstand een speerpunt. Wij streven naar een samenleving die omziet naar kwetsbaren en steun geeft aan mensen tot deze weer op zichzelf kunnen staan. En tot op heden vinden wij op dit dossier nog onvoldoende snelheid is gemaakt. Niet dat wij ontevreden zijn. Wij weten dat het complexe materie is. Maar wij willen dit college oproepen tot meer inzet. In onze analyse hebben we te maken met twee issues. Enerzijds het in kaart brengen van de achterstand van de kaartenbak. En anderzijds het ontwikkelen van nieuw en innovatief beleid. En wij verwachten hiervoor bij de begroting van 2020 een investering in de formatie om de ambities van ons coalitieprogramma te gaan invullen. En het doet ons dan ook pijn dat er zo'n grote overschot is te zien op de bijstand in 2018. Wat ons betreft had dit dus al eerder gekund. Dan de gehandicapte parkeerkaart. Over parkeren zullen we de komende tijd ongetwijfeld nog spreken. Onvermijdelijk als je op koers als coalitiepartner hebt. Maar op voorhand willen we het college vragen eens te kijken naar de gehandicapte parkeerkaart. Naast deze kaart, waarvoor men jaarlijks een bijdrage betaalt, moet je net als iedereen ook gewoon parkeergelden betalen. En wij kunnen ons voorstellen dat de jaarlijkse kosten voor het verlengen van zo'n kaart niet voor iedereen een even kleine bijdrage is. En wij zouden het waarderen als het college hier bij de begroting eens naar zou willen kijken. En onze raadslid Simone Hof denkt er graag over mee. CDA noemde het ook al, hartveilig, want wij vinden ook een AED-netwerk in onze gemeente van groot belang. Zeg maar gerust van levensbelang en zeker in het buitengebied. Plaatselijk belangen zien zich bij de vervanging vaak voor hoge kosten. En wij roepen het college dan ook op om samen met de Stichting Hartveilig een plan van aanpak op te stellen voor vervanging van de AED's. En dit te vertalen in de begroting. Daarnaast adviseren wij het college ook om de besturen van de plaatselijk belangen te wijzen op de noodzaak van vroegtijdige reserveringen van dit soort uitgaven. En dan de vlindertuin. Wij vragen ons af of het voor iedereen mogelijk is hier een gedenkvlinder en een grafje aan te schaffen. En wij zouden het waarderen als de portefeuillehouder ons hierover informeert en desgewenst een passende oplossing kan bedenken indien dit niet voor iedereen mogelijk is. En hierover zou graag ons raadslid Wiepie van de Veen meedenken. Ten slotte, voorzitter. Het Maatschappelijk Initiatievenfonds. Hiervoor dienen wij samen met de coalitiepartijen een motie in voor aanvulling van het Maatschappelijk Initiatievenfonds. Gezien het forse overschot willen wij samen met de Raad komen tot versterking van het Fonds voor Lokale Initiatieven. We willen hiermee een substantieel bedrag investeren in lokale ontwikkelingen, ingedeeld in thema's. En hiervoor willen we 1 miljoen reserveren bij de komende begroting. Naar onze mening moet de Algemene Reserve dat aankunnen. Ook willen we graag met de hele Raad in gesprek om gezamenlijk de inhoudelijke thema's voor dit fonds vorm te geven en er per thema ook een plafondbedrag aan te hangen. Ik zou graag het dictum willen voorlezen. Maar meestal zegt de voorzitter dan het nummer van de motie. Dat doe ik na afloop. Het is nog niet bekend welk nummer dat gaat worden, zeg ik u ook. Draagt het college op een incidenteel bedrag van 1 miljoen te reserveren bij de begroting 2020 voor uitbreiding van het Fonds Maatschappelijke Initiatieven. De besteding van het bedrag te spreiden over de komende jaren van deze collegeperiode. De kaders van de Raad uit te werken in een aangepaste regeling van het Fonds Maatschappelijke Initiatieven en gaat over tot de orde van de dag. Dank u wel, heer Stelpstra. Deze motie krijgt een nummer 2. Dank u wel. Gaat deel uitmaken van de beraadslaging. Dat is fijn. Ik rond af. De ChristenUnie kijkt met dankbaarheid terug op het afgelopen jaar. En als we vooruitkijken, dan zien we nog een hoop uitdagingen. De opbouw van de eigen organisatie. Een mogelijke afbouw van de samenwerking met Ommen. De tekorten op het sociaal domein. Een duurzaamheidsambitie met flinke hindernissen. Een mobiliteitsvisie.
een toekomstbestendig station in Hardenberg en een heropend station in Bergentheim. In al onze plannen zoeken wij als eerste de zegen van onze Vader, die wij u en ons ook allemaal toewensen. Dank u wel. Dank u wel voor de bijdrage van de zijde van de ChristenUnie. Ik ga naar de fractie van Opkoers.nu. Het woord is aan de fractievoorzitter, mevrouw Kelder. Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, u allen hier, ook allemaal die luisteren en kijken naar deze uitzending, wil ik u gaan vertellen wat wij van de kadernota, de bestuursrapportage en de jaarstukken vinden. Want in grote lijnen kunnen wij ons vinden in de kadernota 2020. Het is een uitwerking van het coalitieakkoord en ook de financiële voorzichtige vertaling spreekt ons aan. Het rekeningoverschot is een mooie meevaller en geeft wat ruimte voor de toekomst. Toch zien wij nog wel wat beren op de weg. Te beginnen bij de toename van de uitgaven voor jeugdzorg en WMO. Met name op de jeugdzorg hebben we weinig grip en erg afhankelijk zijn we van de leveranciers van de zorg. Er zijn een aantal maatregelen genomen, maar wat ons betreft pakken we de problemen aan bij de kop en niet bij de staart. Dat er aandacht wordt besteed aan het jongerenwerk is dan ook logisch. En zometeen zal de Partij van de Arbeid hun motie indienen over het jongerenwerk, die we daarvoor graag steunen. Dienstverlening ommen. Hier ligt voor Hardenberg de opgave om per einddatum van de verschillende looptijden ten aanzien van het vaste personeelsbestand te zijn ingegroeid naar de omvang die volstaat voor de eigen dienstverlening. De ontwikkeling van de organisatie, hoe je met elkaar werkt, hoe je een beeld gaat vormen van je werk, waardoor het juist soms heel nodig is om te kijken buiten de deur wat er in je gebied gebeurt. En dat dit werk door de organisatie goed wordt opgepakt, samen wordt opgepakt, om een betrouwbare overheid te zijn. En hoewel die zachte kant van de organisatieontwikkeling gedurende zomer zeker wordt voorgezet, wordt voor meer omvangrijke trajecten de komst van de nieuwe gemeentesecretaris afgewacht. Voorzitter, wat mogen we verwachten? We willen in dit verband wijzen op het bericht van de afgelopen 5 jaar de Nederlandse gemeenten gezamenlijk 126 miljoen hebben betaald aan wachtgeld. Dat is weliswaar voor ex-wethouders, maar ook hoge ambtenaren op wachtgeld tellen flink aan. Vitaal in Hardenberg. In een vitale samenleving kan iedereen meedoen. Armoede mag daarin geen beperking zijn. Daarom geven we uitvoering aan een nieuw beleidsplan minima en schuldhulpverlening. De plannen zijn er, maar de vraag blijft of het samen doen teams het allemaal kunnen behappen. We begrepen dat we binnenkort een voorstel mogen verwachten om malafide bewindvoerders in de schuldsanering aan banden te leggen. We kunnen haast niet wachten. Duurzaam Hardenberg. Op dit moment wordt op zowel landelijk als provinciaal niveau gewerkt aan de oprichting van een stimuleringsfonds. Samen met de bedragen van Rijk, provincie en de banken zal met dit fonds in totaal 1,6 miljoen aan asbestleningen kunnen worden verstrekt. Nadat de Eerste Kamer op de rem is gestaan, dreigt dit proces te stagneren. Wij vragen ons af of het juist nu niet het moment is om te demareren. Immers de middelen blijven beschikbaar. Hardenberg aan de slag. Een belangrijke pijler hierbij is de regio-deal Zuid- en Oost-Drenthe. De door ons ingebrachte middelen worden daarbij verviervoudigd. Een deel van de benodigde gelden halen wij uit de reeds beschikbare gelden voor 2020...
binnen het programma Economie. Toch blijft het een enorme uitgave, 80% van de begroting van Hardenberg. Voor Hardenberg aan de slag. Wij zijn van mening dat zeker nu de economie weer aantrekt, scherp gekeken moet worden of deze stimulering ook werkelijk effect heeft. Hardenberg en zijn omgeving. Wij steunen de genoemde projecten van vechtzone tot MFA in de Krim. Maar missen het parkeerbeleid in het centrum van Hardenberg. Er is nu een uitgebreid onderzoek gaande waar 95.000 euro voor beschikbaar is gesteld. Maar met de resultaten van het onderzoek zal ook wat gedaan moeten worden. En de vraag van ons, van Op Koers per Nu, is dan ook op welke termijn mogen we daar meer duidelijkheid over verwachten. Op Koers per Nu vindt een veilig fietspad belangrijk, zeker voor de schoolgaande jeugd. De toeristen, de initiatiefnemers hebben ingesproken en een petitie aangeboden. Ook op Koers.nu vindt daar dat er gezocht moet worden naar een oplossing voor het fietspad Grootoever-Balkbrug. Misschien is er dus wel mogelijkheden om dit fietspad toch te realiseren. En niet dan zomaar afdoen als nee, dit doen we niet. Want dat is voor ons te kort door de bocht. Onze vraag is, zou de wethouder hier nog eens naar willen kijken om nog eens met de wethouder van Staphorst om de tafel te gaan zitten? Dit kan tevens zorgen voor een goede relatie met Staphorst en ook aan het einde van het fietspad Grootoever. Dorpsvisies. Lokaal wordt door middel van de dorpsvisies die in verschillende dorpen worden gemaakt door de inwoners soms onderdeel van een wensenlijst van het betreffende dorp worden. Wanneer de dorpen, wijken met elkaar een dorpsvisie hebben gemaakt, dan zou het natuurlijk ook mooi zijn dat er aan al deze plannen een gevolg kan worden gegeven en dat ze deels uit ons maatschappelijke initiatievenfonds zullen kunnen worden bekostigd. Hoe wordt hier nu mee omgegaan? Op Koers.nu heeft ook tijdens de verkiezingen al aandacht gevraagd voor wijken en dorpen. Wat leeft er? Wat speelt er? En daarbij aangegeven dat we in de toekomst daar niet alleen aandacht aan willen schenken, maar er ook daadwerkelijke uitvoering aan willen geven. Op Koers.nu vindt juist belangrijk dat wanneer inwoners zelf met initiatief komen, deze ook gehonoreerd moeten worden. Juist zo'n project wordt dan ook door het dorp of een wijk een goed gedragen plan. Dan het laatste, oud voor nieuw. In aanloop naar de begroting 2020, in overleg met de organisatie, gaat u op zoek naar extra financiële middelen. Het zij door uitruil van oud beleid tegen nieuw beleid. Het zij door een heroverweging van het bestaande beleid. Wie gaat dat nu beoordelen? Daarom lijkt ons het juiste moment dat de raad in beeld krijgt wat de wettelijke taken van onze raad, van onze gemeente is en wat de niet-wettelijke taken zijn en hoeveel geld er per onderwerp in omgaat. Wij als raad moeten de kaders vaststellen en dus de keuzes maken. Hoe maak je die keuzes dan ook nog eens goed beargumenteerd juist, zodat ook het college weet waaraan ze moeten werken, zodat we niet verzanden in discussies van welis nietes. We zouden dus heel graag een beeld krijgen wat wettelijke en niet-wettelijke taken zijn. Dank u wel, mevrouw Kelder, voor de bijdrage van de zijde van de fractie van Op Koers.nu. We gaan naar de VVD-fractie bij monden van de heer Gelling. En ik geef hem het woord. Voorzitter, dank u wel. Ik, net als meneer Stelpstra, lees ook de
beraadslagingen voor. Niet omdat het zo warm is, daar heb ik dit belachelijke shirt van aangetrokken, maar wel omdat ik anders veel dingen schijn te vergeten, zoals ik telkens hoor bij de evaluatie van mijn bijdrage. Dus voorzitter, ter voorkoming daarvan. Ik zie als eerste felicitatie. Ik wilde aansluiten bij de woorden van de voorzitter. En waarom? Omdat ik vind dat eigenlijk één persoon vergeten is in alle felicitaties. Want natuurlijk hebben wij als VVD-fractie eindeloos zitten stemmen. Zelfs zo vaak dat we op een gegeven moment in een stemcomputer van de Voice of Holland terecht waren gekomen. Maar Piet Kees, ik denk dat hij zeker een hele belangrijke rol heeft gehad. Want Rick, natuurlijk fantastisch, maar zonder een goede campagne kom je niet. Piet Kees schijnt iedere man ongeveer tussen de sterren te kunnen schieten. Maar denkbeeldig de pet af namens de VVD-fractie. Voorzitter, in zoverre het goede nieuws. Het slechte nieuws volgt nu bij de beraadslagingen ter zake de jaarrekening en het jaarverslag. Want voorzitter, na de coalitiebesprekingen ter vorming van dit college heeft de VVD-fractie zich even onthouden van al te veel kritiek. We hebben u de ruimte gegeven om er even lekker in te komen. En dat de vorige kadernota, of eigenlijk brief, dus zeer mager was, dat verbaasde gezien de planning volgend op de verkiezingen wellicht nog niet. En dat de voorliggende kadernota nog steeds inhoudelijk flinterdun is, des te meer. Alvorens vooruit te kijken, even een korte terugblik en daarmee de behandeling van de jaarrekening en het jaarverslag 2018. Zien er beide keurig uit en geven een uitstekende weergave van uw eerste jaar. Met als duidelijke conclusie dat u geen enkel inzicht heeft in uw financiële huishouding. Immers, half november trekt u in de tweede beheerrap nog aan de notenrem met een mededeling dat het resultaat nog slechter was dan u al begroot had. En verhoogt u de negatieve prognose naar 3 miljoen. 6 weken later sluit u hetzelfde jaar af met een positief resultaat van 12 miljoen. En deze enorme afwijking en presentatie en realisatie maakt dat de VVD-fractie zich nog nauwelijks kan motiveren om maar iets van uw rapportages te bestuderen. Want waar kijken we nu eigenlijk naar? Een afwijking van 2-3% is volgens de accountant nog acceptabel. En daarmee een afwijking die voorligt van 7%, dus absoluut niet. En daarbij gaat het ons niet om wanneer u kennis nam van deze grote afwijking en of u dat dan ook gelijk verteld heeft, maar wel om het feit dat u er kennelijk in het geheel niet van op de hoogte was. Anders dan na vaststelling van de jaarrekening. En dan voorzitter, de kadernota zelf. Want bij bestudering in onze fractie kwam uitsluitend de vraag naar voren: wat bent u nou precies doen? En dat met name ook onder het motto verbintenissen van betekenis. En als ik dan de behandeling van de O-ronde vandaag even ter uw herinnering mag roepen, dan ziet de VVD-fractie daar niets van enige verbintenis van betekenis. Plaats van belang vindt iets, datzelfde was in Balkbrug al het geval, ter zake de herinrichting van de takersplein. U overlegt wel, u vindt er een hoofd van, maar de betrokken partijen vinden zichzelf niet terug in de uitvoering. En dan de kadernota financieel bezien, die is structureel verlieslatend voor 2020. En daarmee bent u de VVD-fractie eigenlijk al kwijt, want wij zijn niet van structurele verliezen. Maar bovendien staan er ook nog een heleboel uit te werken plannen in. Beleidsplan minima, sociaal domein, zou voor 1 juli te zijn. Een mobiliteitsplan, meneer Blink verwees er dan naar en ga zo maar door. En tot overmaat van ramp ook nog veel PM-posten met, laat ik daar heel duidelijk in zijn, een hele merkwaardige, en dan formuleer ik een vriendelijk uitleg van de wethouder de vorige keer. Gelooft u mij, die posten gaan allemaal nog wel terugkomen. En dan voorzitter, de hele duurzaamheidskwestie. In het hele land en overal ter wereld eigenlijk grote protesten. Iedereen is daar druk mee. En in uw kadernota 1/4 pagina, waarin u aangeeft dat u de gevolgen van de klimaatverandering in beeld heeft. En dat u als gevolg daarvan het regenwater in de Mars-Kruisebrink beter gaat opvangen. Een hele geruststelling, voorzitter. En bovendien gaat u chemievrij het beheer voeren van de sportvelden. Wij hopen oprecht als VVD-fractie dat u daarbij beter afgaat dan met de eikenprocessierups. Want die teelt weelderig, worden gebeld door mensen in het buitengebied die hun kinderen in camouflagepak naar school sturen. Kennelijk zijn de koolmeisjes van mevrouw Luiten vertrokken. In ieder geval eten ze niet de eikenprocessierups op. Wij zijn dus ook heel blij met de motie van de CDA, die wij van harte ondersteunen. Daar staat namelijk niet in opdrachtgever of iets van die naart, maar een hele duidelijke taal zorgen voor dat die dingen verdelgd worden. Dat is klare taal en die onderschrijven wij graag. Dan vervolgens, voorzitter, nog even ter zake de duurzaamheid. We hebben het hier de afgelopen tijd gehad over zonnevelden. 7 stuks staan in de belangstelling, zoals we vorige week bij de Rendo hoorden. En die een lezing gaf in de eindelijk gehouden avond over de duurzaamheidstransitie.
dat er helemaal geen 7 zonneparken aangesloten kunnen worden. Slechts 3 en dan met enige tegenzin, gaf de Rendo aan. Hè? Want op het moment dat zonneparken zon leveren, wil de Rendo het liever niet hebben en omgekeerd. Maar wat zei de meneer wel, dus heel duidelijk verzoek. Ja, waarom zouden we nog over 7 zonnevelden hebben als de Rendo er niet meer dan 3 wil aansluiten? Maar nog belangrijker vonden we eigenlijk de opmerking van de Rendo dat zij met de gemeente Staphorst in ieder geval een contract gesloten hebben om per 2030 100% groen aardgas te gaan leveren. Wij hebben het al eerder aangegeven, maakt u nou gebruik van de thans liggende infrastructuur en met deze gedachte van de Rendo zou u kunnen volstaan om ook zo'n contract te sluiten, zodat ook Hardenberg per 2030 100% groen aardgas verkrijgt, dan wel een waterstofgas, ik weet niet wat het is, maar ik lees het maar voor, de Rendo die zei het. Daar is in ieder geval een contract mee gesloten in Hogeveen. Dat kunt u zien op de site van de Rendo. Dan vervolgens, voorzitter, sluit ik af ter zake de kadernota met de Boshoek. Want daar is een notitie voor, of een motie voor verschenen. Er is een werkgroep geformuleerd. Mevrouw Meijerinks heeft daar zitting in genomen samen met, als ik me goed heb, de heer Van den Berg en de heer Geesing. En aan mij de taak hier. Ik, als u even... Ja. Okay. Ik ben wel heel benieuwd wat dat nou voor programma was. Het was in ieder geval niet, mevrouw Verschuur, de raadsvergadering die u daar volgde. Dat kunnen. Goed. Ik ga verder met uw instemming met de motie, die op zich heel duidelijk is. En die, u hebt natuurlijk allemaal de tekst gelezen, begint met dat het proces rondom het eventueel afsluiten van de Hessenweg nou niet de schoonheidsprijs verdient. Nou, daar zijn we het over eens. Maar gelukkig is dame van mij, denk ik, onder wiens aanvoering daar een oplossing voor bedacht wordt. Ik doe de heer niet te kort, maar dat mag ik hier natuurlijk zeggen. Omdat ik met Gerrit heb uitgeruild dat hij als eerste dan de eigen processierups mocht neerleggen hier. Nou, zo gaat dat. Voorzitter, ik draag dus namens dit genootschap dan het dictum voor van deze motie. Ik doe even de bril voorop, want mijn tekst is wat klein hier. En daar staat, draagt het college op zo spoedig mogelijk na de zomervakantie een concept verkeersbesluit te nemen en dit ter inzage te leggen en alle stakeholders, omwonenden hieromtrent te informeren. Onder 2, in de overwegingen omtrent het definitieve besluit mee te nemen de verkeersdrukte op de kruising Hessenweg-Twenteweg en de verkeersdrukte op het bedrijventerrein de Haardijk en het nieuwe fietspad achter de Boshoek onderdeel te laten zijn van een integrale oplossing en voorafgaand aan definitieve besluitvorming de raad hierin tijdig mee te nemen. Akkoord, dank u wel. Deze motie gaat deel uitmaken van die beraadslagingen nummer 3. Voorzitter, dan rest nog om aan te geven, wat zou dan volgens de VVD-fractie moeten gebeuren? Nou, in het bijzonder zouden wat ons betreft de woonlasten naar beneden mogen. Immers, ten zake de crisismaatregelen is de OZB een paar keer verhoogd. En het zou u sieren, nu ik overal lees in de onderliggende stukken, dat de crisis voorbij is, dat u ook die lastenverzwaring zou terugdraaien. In aansluiting op de woorden van de heer Brink zouden ook wij graag zien dat een herverdeling komt, OZB ter zake woningen en niet-woningen. We hebben onlangs nog interessante bijeenkomst met de LTO en er zijn ook de nodige voorbereidingen afgesproken. En vervolgens, voorzitter, er komt nog een motie over straks. Die ondersteunen wij niet, maar wij zouden wel graag wat aandacht zien voor de klimaatbeheersing in de matrix. Hè? Want als het nou echt zo slecht is daar met het klimaat, dan zou wat ons betreft niet zo lang hoeven worden uitgesteld. Dat is immers een kerntaak van de gemeente om te zorgen voor goede huisvesting. In het algemeen, voorzitter, zouden wij graag zien dat u zorgt voor een goede financiële huishouding. Want immers zonder inzicht in de financiën kan er gewoon geen goed beleid worden ontwikkeld. En u zou ons plezieren als u een visie zou ontwikkelen. Of zo u wilt een raadsagenda waar we de komende jaren mee vooruit kunnen. We horen er veel over, maar we zouden hem graag willen zien. En de ontwikkelde visie die u heeft gemaakt, dat klavertje 4, waarvan wij de binnenkant niet konden lezen, maar ook niet de moeite hebben genomen, voorzitter, die zou wat ons betreft boven iedere deur van iedere vereniging kunnen, want daar staat echt werkelijk helemaal niets bijzonders in. En vervolgens zouden wij graag zien dat u ter uitvoering van een daadwerkelijk te ontwikkelen visie dan ook duidelijke plannen maakt met een nulmeting van de huidige situatie, een doel waar u naartoe wilt en ook heel duidelijk afspreken hoe het proces na de realisatie van dat doel gaat plaatsvinden. U mag wat de VVD betreft beginnen met de zorg. Dat is voor iedereen belangrijk. De budgetten lopen uit de pas en dat zou wat ons betreft prioriteit mogen hebben. Maar vervolgens zouden wij graag zien dat u de economische ontwikkeling goed in het oog houdt, waaronder mobiliteit, infrastructuur voor auto's, wat ons betreft een vierbaans N36. En inderdaad laten we allemaal daarbij de provincie op aan gaan dringen. Maar ook goede infrastructuur voor snelfietsen en voor zelfrijdende auto's. Want wat we er ook van vinden, ze komen er daadwerkelijk aan. En dan ter zake duurzaamheid zouden wij willen vragen om niet voortdurend te drukken tegen verzet, maar gebruik te maken van beweging.
En daar hebben we het nogmaals over onder andere het bestaande netwerk van de Rendo. Voorzitter, ter afsluiting. Wij verkeerden in de veronderstelling dat deze kadernota zo flinterdun is, omdat het u vanwege de begrote tekorten voor de komende jaren aan middelen zou ontbreken voor de uitvoering van goede ideeën. En nu geeft u aan dat dit niet het geval is. Dit is wat u wilt en dat vinden wij zeer zorgwekkend. De VVD-fractie had zich bij uw aantreden zelfs als oppositiepartij verheugd op een frisse aanpak van nieuwe bestuurders. En kan niet anders dan constateren dat u tot nu toe behoorlijk teleurstelt. De raadsagenda is vaak nagenoeg leeg en de plannen die ter behandeling komen niet altijd zorgvuldig voorbereid. En de daarop volgende discussie in de raad vaak onprettig. U laat niet zien dat u het leuk vindt of een team vormt dat samen optrekt om Hardenberg nog beter te maken. Het warmlopen is wat ons betreft absoluut voorbij en u moet het echt beter gaan doen. Ruimte maken in de begroting door oud beleid te heroverwegen voor nieuwe ideeën en de uitvoering daarvan. Hardenberg met haar ruim 60.000 inwoners verdient veel beter dan wat u tot nu toe laat zien. Dank u wel. Akkoord, dank u wel. Heer Gelling, wij gaan naar de fractie. Ja. Dat doen we straks in de tweede termijn. Mag er gereageerd gaan worden op de inspraak van de verschillende fracties. We gaan naar de fractie van de Partij van de Arbeid. Het woord is aan de heer Jonkhans. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, het eerste jaar van dit college zit erop. Met fris elan is een sterk verjongde groep bestuurders aan de slag gegaan. In het begin nog met de handrem erop, want veel aandacht en energie gingen naar de boedelscheiding van de BOH. Zo zachtjes aan komt het college op stoom, onder andere met een jaarrekening en kadernota die vernieuwing uitstraalt. Waarvoor ons compliment. Is dan alles hosanna? Nee, nog niet. De kadernota ademt naar onze smaak veel investeringen in stenen en minder in mensen. De behandeling van de kadernota vandaag brengt hier hopelijk meer evenwicht in. Vandaar ook dat we mede indiener zijn van de motie die oproept tot het verhogen van het Fonds Maatschappelijke Initiatieven waar de heer Brink al over sprak. Daarnaast zijn er in het coalitieakkoord nog veel legitieme wensen aanwezig die nog een plek moeten krijgen in de begroting. De gewenste investeringen kunnen op een reservelijst, zodat ze niet van tafel vallen. Voorts zal mogelijkerwijs er vanuit het toekomstige raadsprogramma ook investeringen voorgesteld gaan worden die niet direct kunnen worden opgepakt. Daarom dienen we samen met de fracties van de ChristenUnie, CDA, Opkoers.nu, GroenLinks en D66 de motie in voor het herintroduceren van de reservelijst, waarvan het dictum luidt de reservelijst de komende jaren weer een plek te geven in de kadernota. En gaat over tot de orde van de dag. Akkoord. Motie nummer 4. Dat maakt deel uit van deze vergadering. Mooi. In het najaar van 2018 is de Raad breed geïnformeerd over een blinde vlek in het voorliggende veld met betrekking tot het vroeg signaleren van risicogedrag onder jongeren. Onder andere op het gebied van criminaliteit en middelenafhankelijkheid. Zoals bekend is budgetoverschrijding in de jeugdzorg een groot probleem. We zijn ervan overtuigd, mede op basis van ervaringen uit Deventer, dat een sterk voorveld met voldoende inzet op jongerenwerk de medicalisering van de jeugdzorg terugdringt met betere resultaten. We willen daarom meer ruimte creëren voor jongerenwerk op straat. We dienen daarom een motie in waarvan het dictum luidt. Gaat u nog een nummer zeggen? Of, nee? Nee, oké. Nou, dan begin ik gewoon met een dictum. Om uitbreiding van het team jongerenwerk met een specialistisch jongerenopbouwwerker als kader mee te nemen voor het plan inzet op collectieve voorzieningen. En 2, voor de invulling hiervan gesprekken te voeren met de welzijnsorganisatie De Stuw en aan te sluiten bij het plan van aanpak voor inzet op jeugdgroepen. En gaat over tot de orde van de dag. Akkoord. Een motie over inzet op preventie en collectieve voorzieningen, motie nummer 5. Hardenberg kent een goede traditie in het ontwikkelen van de gemeentelijke kunstcollectie. Dat is belangrijk omdat mensen betekenis ontlenen aan een plek. Of het nu een monument is, een gemeentehuis, een prachtig landschap of een kunstwerk. Zoals bijvoorbeeld de kunstwerken in het kader van het grensoverschrijdende kunstwegen.
dat een van de grootste openluchtmusea ter wereld is. Dit heeft ook als gevolg dat er een versterking en een verbreding optreedt van de recreatieve aantrekkingskracht van Hardenberg en in het Vechtdal. Binnen afzienbare tijd zal de uitbreiding van de Marslanden in het Vechtpark vorm krijgen. Gezien de bestaande traditie is het goed om nu al na te denken over toevoegen van kunst aan deze ontwikkeling binnen het kader van de op te stellen kunstnota 2020. We roepen het college op om daar in de begroting ruimte voor te vinden. En tot slot, schoolzwemmen. We begonnen er de vorige keer in de oriënterende ronde ook over. En we danken de wethouder voor de snelle reactie op onze vragen over het schoolzwemmen. Maar we blijven wel de ontwikkelingen volgen. Dank u. Akkoord. Dat was de bijdrage van de zijde van de Partij van de Arbeid-fractie. En dan gaan wij naar, de fractie van 50PLUS. Het woord is aan de heer Schuurman. Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, als zesde partij op rij heb je nog weinig meer te vertellen. Alle dingen zijn inmiddels naar ons oordeel gezegd, die wij ook hadden. Echter, één ding is wel aangetypt door de VVD, maar toch willen wij daar verder op in. En dat is het binnenklimaat van de maatregelen. Wij zijn van overtuigd dat dit niet langer zo kan. En gezien het feit dat hier geen uitbreiding komt van de maatregelen, willen wij graag deze aanpassing van het binnenklimaat versnellen zo mogelijk naar 2020. Hiervoor zullen we daar nog samen met GroenLinks een motie indienen, waarvan een dictum luidt: de werkzaamheden om te komen tot een goed en verantwoord klimaat de maatregelen zo mogelijk nog uiterlijk 2020 moet plaatsvinden. Akkoord. Motie 50PLUS gesteund door GroenLinks. Motie nummer 6. Verder willen wij toch ook het college en ook het ambtelijk apparaat bedanken voor de vele informatie die wij hebben ontvangen. Ook naar aanleiding van onze technische vragen. Tot zover. Akkoord, dank u wel. Ik ga naar de fractie van GroenLinks. De heer Boshoven, aan u het woord. Ja, voorzitter, bedankt. Het is wat. Zo denken we met z'n allen dat er een flink tekort zal zijn over 2018. En dan komen we er nu over dat er een fors overschot is. Wat zullen we het wel zo noemen, een overschot en geen winst. En in de oriënterende ronde is al veel gezegd over het verschil tussen het resultaat en het resultaat wat we verwacht hadden. Volgens de wethouder komt dit mede door een cultuur. Men is dus eigenlijk wat te voorzichtig. Nou is voorzichtigheid op zich natuurlijk geen slechte eigenschap. Maar als deze voorzichtigheid ervoor zorgt dat we na het opmaken van de jaarrekening een dergelijke verrassing zien, dan moet het misschien toch maar beter. En dat het beter moet, daar is iedereen het eigenlijk ook wel over eens. En gelukkig kunnen culturen ook veranderen. Dan de jeugdzorg en de WMO-voorzitter. Dit vindt mijn fractie toch wel een dilemma, want natuurlijk zullen we als gemeente er ook mee aan de slag moeten. We zullen de efficiëntie moeten verhogen en dat moet zonder dat het ten koste gaat van de zorg. Maar er zal natuurlijk ook structureel meer geld bij moeten vanuit het Rijk. Meer geld dan dat er nu geboden wordt. En wat kunnen wij daar nu aan doen? Tuurlijk hebben wij de VNG die hun taak goed pakt en duidelijke signalen aangeeft. En zelf heb ik vrijdag een bijeenkomst met ons Kamerlid op deze portefeuille. Vanaf deze plaats wil ik nadrukkelijk alle fracties oproepen om ook die rol te pakken om een duidelijk signaal af te geven naar de desbetreffende Kamerfracties. Voorzitter, dan de voornemens van dit college. Laat ik zeggen dat er veel is waar wij naar uitkijken. Het voorgenomen experiment voor een vorm van reguliere bijstand en zeker ook die mobiliteitsvisie. Vooral die mobiliteitsvisie is inmiddels al zo vaak genoemd dat het woord dat er bij mijn fractie heel wat van verwacht wordt. En eind 2019 zal hij er dan zijn. En laat ik duidelijk zijn, wij zullen er klaar voor zitten. En aansluitend bij wat eerder al is gezegd, zullen wij ook
zouden wij ook graag zien dat er een gesprek gegaan wordt over het fietspad Groot Overpaltbrug. Want wat GroenLinks betreft moet dat fietspad er gewoon komen. Voorzitter, de duurzaamheidsdoelstellingen. We staan midden in de energietransitie. We gaan de CO2-uitstoot terugbrengen en we gaan naar duurzamere manieren van vervoer. En vooral dat laatste wil ik even benadrukken. Daarom zijn wij namelijk buitengewoon tevreden over het feit dat de seinen nu echt op groen lijken te staan voor de Neder-Saxenlijn. De spoorlijn tussen Groningen en Twente via Hardenberg. Dan heb ik toch nog een positief woord uitgesproken over de nieuwe centrumrechtse coalitie in de Overijsselse Provinciale Staten. Dat is toch minder moeilijk dan ik van tevoren had gedacht, voorzitter. En wat minder positief is, is dat de mogelijkheid op windenergie, dat die projecten niet worden verruimd. Tenminste, zo lijkt het voor mijn fractie. Voorzitter, wij horen graag van de wethouder of er al iets gezegd kan worden over de windenergie bij de Witte Paal. Volgens mijn fractie zijn de mogelijkheden met het nieuwe provinciale coalitieakkoord daarop nu wel nihil. Voorzitter, alles beschouwende komen we tot de conclusie dat er eigenlijk gewoon heel veel goed gaat in deze gemeente. Er is aandacht voor biodiversiteit, er worden plannen gemaakt over hoe we mensen met schulden beter kunnen helpen, er wordt nagedacht over regelluwe bijstand en zelfs de tiny forest tegenover de matrix is al mooi groen. Sowieso zijn we erg te spreken over het groen in deze kadernota, meer groen in het openbaar gebied en minder beton. Dan, ik had het zo net al even over die matrix, een relatief nieuw schoolgebouw, van binnen mooi en praktisch, maar helaas is het binnenklimaat niet goed genoeg. De wethouder ontkent dat probleem ook niet en wil naar probleemoplossing als de afschrijvingsperiode voorbij is. Dat zal dus 2023 zijn. Voor mijn fractie is dat niet acceptabel om nog 4 jaar te wachten en nog 4 jaar kinderen te laten leren in een suboptimale leeromgeving. Laten we vooropstellen, voor GroenLinks is alleen een goede leeromgeving acceptabel. Daarom de motie zoals aangekondigd met door 50+. Voorzitter, ondanks dat er veel goed gaat en geïnvesteerd wordt in groene en linkse dingen, zijn er natuurlijk ook dingen waarvan mijn fractie zegt, is daar wel voldoende aandacht voor. De omgevingsvisie. Eerst moeten we hem schrijven, dan moet er een omgevingsplan komen en dan moet de omgevingsvisie ook steeds worden geactualiseerd. Of we voldoende klaar zijn voor deze opgave, deze transitie, vragen we ons af. Gedurende dit proces zullen we de balans tussen de ideeën van inwoners en het gemeentelijk beleid goed in de gaten blijven houden. Voorzitter, ik sluit af met een persoonlijke noot. Ik ben nu ongeveer 1 jaar raadslid en in dat jaar ben ik anders naar de gemeente gaan kijken. Ik spreek met de talloze vrijwilligers die onze gemeente kent, de talloze mensen die zich inzetten voor onze gemeente. Vaak zetten ze zich niet alleen in voor een plaatselijk belang, maar ook voor de voetbalclub en het zwembad, om maar eens wat te noemen. En ik denk dat we daar niet genoeg bij stil kunnen staan, want zij zijn essentieel voor onze gemeente en om onze gemeente mooi en leefbaar te houden. Door bijvoorbeeld een stempel te drukken op de nieuwe inrichting van de kruising in Padbrug, door bijvoorbeeld te zeggen hoe pakken we de kans die de energietransitie biedt ten goede van het dorp, zoals in Lutten, of door statushouders te helpen inburgeren. Deze mensen die zich inzetten voor zwembaden, buurthuizen, plaatselijke belangen, voorzitter, dat is wat Hardenberg de gemeente van gewoon doen maakt. Voorzitter, dat is fijn. Mooi. Dank u wel, meneer Boeshoff, voor de bijdrage van de zijde van GroenLinks. Tot slot, de heer Rodemond. Namens de fractie van D66, algemene beschouwingen. Het woord is aan u. Voorzitter, dank u wel. U heeft uw jasje nog aan. Het gaat goed. Ik hou het kort. Mijn inbreng voor vanavond gaat over het thema gedeelde waarde. Dat woord, of die twee woorden, die kwamen naar boven drijven toen wij in de fractie bezig waren met de voorbereiding op deze avond. Ik begin met de waarde van ons budget. Zij het dat daar al veel over is gezegd in het kader van de voorspelbaarheid van de begroting. Daar zal ik ook niet te veel woorden meer aan vuil maken. Maar ik wil mijzelf en onszelf graag er wel op wijzen dat wij voor de meerjarenperspectieven erg weinig ruimte zien voor nieuwe initiatieven en nieuwe investeringen. Dat vraagt waarschijnlijk om een andere houding van dit bestuur, ook ten aanzien van het geld wat door de samenleving aan ons is toevertrouwd. Wij wensen niet alleen dus een betere voorspelbaarheid van de begroting, maar ook dat we met wat meer zorg omgaan met die gelden
in combinatie dus met de uitdagingen die voor ons staan. Die uitdagingen heb ik ook in thema's vervat rondom het thema waarde, bijvoorbeeld ons landschap. Niet alleen in deze gemeente, maar laten we ons daartoe beperken, delen wij de ruimte waarop deze gemeente is gebouwd. Die delen wij met landbouw, toerisme, wonen, duurzaamheid en natuur onder andere. En dat vraagt om een goede overweging steeds weer over hoe wij die ruimte gaan indelen en hoe wij die gaan gebruiken. En daar is een hele belangrijke rol voor deze gemeente voor weggelegd. En dat betekent, als het gaat over het thema gedeelde waarde, dat wij niet moeten nadenken over waar maken wij de keuzes tussen welke partij of tussen welke gebruiksvorm. Maar we willen eigenlijk vanuit onze fractie nadenken over hoe we die met die waarden vanuit landbouwtoerisme, et cetera, hoe we die waarden elkaar kunnen laten versterken. Wij denken dan bijvoorbeeld aan het verduurzamen van de landbouw. Geen drempels opwerpen als het gaat over de opwekking van duurzame energie. Maar juist een goed gesprek met elkaar aan te gaan over wat er wel kan. En het oog houden en hebben voor de belangen. Maar ook het oog hebben en houden voor de weerstand die sommige zaken oproepen. Dat allemaal in het kader van het versterken en het behouden van onze natuurlijke waarden en de rust die zoveel wordt geroemd. Zojuist nog in het filmpje van de jongeren in de oriënterende ronde werd dat rustige Hardenberg benoemd als punt waarom mensen hier wel willen blijven wonen. Als het gaat over de waarde en dus de gedeelde waarde van de gemeente Hardenberg, vinden wij onszelf, en dat is ook al een keer gevallen, vinden wij onszelf het centrum in een brede regio. Met kansen voor Drenthe, Twente, de regio Zwolle, maar ook voor Duitsland. Het gebied van al die sectoren die ik eigenlijk al noemde. Ik licht daaruit zorg, techniek, recreatie, maar ook duurzaamheid. En die waarden die zien we graag vertaald in de begroting naar daadwerkelijke investeringen. Niet alleen in geld, maar ook in tijd en energie. Om die centrumfunctie ook vanuit de gemeente gestalte te doen geven. En niet alleen maar in een lobbyfunctie naar provincie of het Rijk. Maar ook vanuit onszelf zien wij mogelijkheden om dat te versterken. En tot slot, voorzitter, de waarde van onze mensen, onze inwoners. We zien hele pragmatische mensen. Mensen die innovatief zijn, die dingen willen aanpakken en elkaar willen helpen als dat nodig is. Maar soms zijn het ook mensen die enigszins in zichzelf gekeerd zijn en voor hun eigen belang opkomen. En soms zijn dat tegengestelde belangen. En dan gaat het weer over gedeelde waarden met elkaar. Hoe kunnen wij als gemeente ervoor zorgen dat er een gedeelde waarde ontstaat voor de gemeente Hardenberg als basis waarop wij willen wonen, werken, eventueel recreëren in deze mooie gemeente. En hier ligt wat ons betreft een hele mooie, maar ook hele belangrijke uitdaging. Het vraagt namelijk om een andere overheid, een ander oog op onze uitdagingen, op de inhoud die ik eerder heb geschetst. Tot zover. Akkoord, dank u wel voor uw bijdrage. Daarmee zijn we aan het einde gekomen van de eerste termijn. Zijn er de beschouwingen van alle fracties hier aanwezig in de gemeenteraad. Ik kijk even rond. Heeft u al behoefte aan een schorsing? Of gaan we direct door naar de tweede termijn het reageren op elkaar? Op de moties die zijn ingediend, waarbij ik u dan ook zou willen vragen om ook vooral, op de hoofdlijnen te blijven, de moties zelf, zeg maar. Niet een herhaling van zetten doen van discussies die we eerder hebben gehad. Ik kijk even rond. Gaan we direct door? Heer Gelling. Mag ik u even vragen, voorzitter, om de moties nog even één keer snel te noemen, welke er wel ingediend zijn en welke niet? Ja, dat is goed. Dat kan ik zo doen. We gaan direct door, constateer ik. Nog even doorgaan. Dat is goed. Dan geef ik zo de fractiewoord die het woord willen voeren. Ik zal nog even, inderdaad op verzoek van de heer Gelling, de moties nog even langs lopen zoals ze er nu liggen. Er zijn 6 ingediend. Motie 1 gaat over het bestrijden van de eikenprocessierups. Motie 2 gaat over de incidentele toevoeging fonds maatschappelijke initiatieven. Motie 3 is de afsluiting Hessenweg. Motie 4... de herintroductie van de reservelijst kadernota. Motie 5, inzet op preventie en collectieve voorzieningen. En motie 6 is het binnenklimaat van de matrix. En nogmaals, ik zou u willen vragen om vooral op de motie in te gaan. Er zijn ook een aantal vragen nog voor het college gesteld. Dat komt straks
in de derde termijn. Dus wacht dat ook even af, zou ik zeggen. Wie zou het woord willen voeren? De ChristenUnie. PDA. GroenLinks. VVD. D66. Anderen zie ik niet. Partij van de Arbeid. Vooralsnog. Dan straks altijd nog. Dan begin ik bij de fractie van de ChristenUnie. De heer Stelpstra. En nu het woord. Dank u wel, voorzitter. Met uw goedvinden wou ik even naar iedere fractie reageren. Ten aanzien van het CDA, nou, wij kijken uit naar het initiatiefvoorstel. Wat ons betreft past dat prachtig onder het programma Waardig Ouder Worden. Dan op koers. Ik ben blij om te horen dat jullie portefeuillehouder goed achter de broek aan zitten ten aanzien van parkeren. Ten aanzien van jullie wens voor het fietspad zouden wij liever die integrale afweging maken bij de mobiliteitsvisie. Dan naar de fractie van de VVD. Ik moet zeggen, als die wordt voorgelezen is het een stuk beter te volgen. Dus daarvoor complimenten, de heer Gelling. Het viel me wel op dat er wel enkele grote woorden werden gebruikt. Hè. Ik noem maar geen enkel financieel inzicht. Nou, dat vind ik enigszins uit proportie als je ook kijkt dat de afwijking voor een gedeelte niet beïnvloedbaar is. Daar hebben we al hele discussies met elkaar over gevoerd. Wat mij ook opviel is dat de VVD-fractie zich niet meer kan motiveren zaken te bestuderen. Ik wou bijna zeggen dat merken we vaker, maar dat zou een flauw grapje zijn. Overigens vonden we het een goed idee dat u voor het groen gasnetwerk aankwam. Met name mijn collega Bas Kuipers zat dat in mijn oor te schreeuwen. U had het ook over camouflage kleding voor de eikenprocessierups. Nou, daar wou ik nu maar even niks over zeggen. Maar dan de woonlasten. Daarop wou u bezuinigen. Die wou u verlagen. Maar ik ben dan wel heel erg benieuwd waar u op u dan zou bezuinigen. Je kan niet zomaar iets verlagen. En tenslotte de motie over de Hessenweg. U had een hoop kritiek op de visie van deze coalitie. Ik ben blij dat u een inhoudelijke bijdrage daaraan levert. En ook een motie, want daar komt u niet zo heel vaak mee. Maar ten aanzien van deze motie... We hebben hier in de Raad met elkaar over gesproken. En wij zouden daar een evaluatie van krijgen over van het college. En die heb ik nog niet gezien. Dus ik vraag mij af of dit nu niet een te premature stap is. En wellicht wil de heer Gelling even reageren. Ja, dat kan, maar dat hoeft niet. De heer Gelling mag het ook straks meenemen in zijn bijdrage. Dat is aan u. U bepaalt orde, dus als u... Ja. Als u aanstand maakt om te reageren, dan geef ik u graag het woord. En anders ga ik door naar de fractie van het CDA. Dan ga ik... Ik ben nog niet klaar met mijn rondje, maar ik dacht, misschien kunnen we even een debatje hebben. Oké, dat is goed. U bent nog niet klaar. Nee. Er zijn nog meer partijen in deze. U wacht eigenlijk op een reactie van de heer Gelling. Dan moet u wel even reageren. Ja, dan vind ik het wel leuk, anders dan wordt het zo mos na de maaltijd. Als meneer Stelpstra iedereen geschoren heeft, dan is de lol er vanaf natuurlijk. Aan u het woord, heer Gelling. Ik ben graag de eerste die geschoren wordt hier natuurlijk. Ja, nou voorzitter, ik heb even meegeschreven ter zake geen enkel financieel inzicht. Ja, ik begrijp dat het niet aardig is, maar als je half november nog constateert dat het verwachte verlies 1,5 miljoen is en dat wordt 3. En het wordt begroot 3 en ze zijn 12, ja dan zou ik bijna een wedervraag willen stellen. Als u tegen uw vrouw zegt op half november dat er niks gekocht kan worden omdat u een heel slecht jaar gaat hebben en blijkt achteraf dat u 12 miljoen verdiend heeft, dan weet ik niet hoe de buren en de keukentafel naartoe gaan. Maar dan is een klein verwijt dat u geen enkel financieel inzicht heeft snel gemaakt. Te meer, voorzitter, omdat ik verwijs naar de accountant die ook zegt dat 2-3% acceptabel is en dan is 7% de verdubbeling daarvan. Dat is gewoon een heel slecht rapport zijn. Als ik er even mag reageren. De heer Stelpstra. Kijk, we hebben... Een splitsing in bedragen die zijn beïnvloedbaar en bedragen die zijn niet beïnvloedbaar.
als gemeente. En daar zit een beetje de crux. Als je kijkt naar de bedragen die wel beïnvloedbaar zijn, dan is de afwijking zo'n 3-4%. Er zijn ook gewoon maar voorzitter, het gaat niet zozeer om de beïnvloedbaarheid van de bedragen. Het gaat over de administratie daarvan. Want dat is wat je doet in een rapportage. Dan laat je zien hoe je er dat moment voor staat. En dan ben ik nog kritischer, want de grootste posten die afwijken, dat zijn de grondverkopen uit mijn hoofd, 4 miljoen, en het aantal bijstandsgerechtigden. En ik maak mij toch sterk dat je in een beetje administratie wel kan zien hoeveel grond je verkocht hebt. En ook wel hoeveel geld er iedere maand wordt overgemaakt ter zake een bijstandsuitkering. Dus de beïnvloedbaarheid akkoord, maar juist het administreren van dit soort bedragen lijkt mij niet een hele grote opgave. Nou ja, qua de bijstand deel ik uw mening, maar de grondverkoper was een tussentijdse winstneming die van de accountant moest. Dus, ja, dat is... Nou, gedeeltelijk. Maar goed, daar kun je het dan nog, dat is de helft ervan volgens mij. Maar dan blijft er nog steeds een structureel bedrag. Goed, ik bedoel het niet zo, dat is wellicht een verklaring, alleen maar slecht. Ik denk, en dat is een beetje de portée van het verhaal, dat het ook veel leuker wordt om een gemeente te besturen die eigenlijk 2 jaar op rij fantastisch resultaat boekt. Dit jaar 12 miljoen overschot, vorig jaar 10. En omgekeerd presenteert een structureel verlies. Waardoor je jezelf eigenlijk volledig vastzet. En dat was althans de gedachte die wij hadden. Heel weinig kan doen. Omdat je begroot dat het heel slecht gaat. Had u namelijk begroot. Dat is een vraag die u niet gaat beantwoorden. Maar had er gestaan nu. We gaan volgend jaar 12 miljoen overschot hebben. Dan heb ik toch ergens het gevoel dat deze kadernota er heel anders uit had gezien. En dat bedoel ik dus aan te geven, u hebt al 2 jaar op rij fantastisch resultaat, maar het blijkt nergens uit. En het enige wat u daarmee doet, het enige wat u kunt doen, is de schuldpositie aflossen. Nou, dat is heel mooi, dat is ook heel verstandig, maar het doet niks aan de vrijheid die u heeft om beleid te voeren. En dat vind ik, zelfs als oppositiepartij, een gemiste kans. Voorzitter, mag ik iets aanvullen? De heer Brink. Nou, misschien sluit het wel mooi aan met de oproep die ik deed naar mijn CDA. Dat we daar gewoon in het gremium, zoals bijvoorbeeld het presidium, daar met elkaar over gaan klankborden. Om ook eens te kijken van, hey, hoe kunnen we nou die voorspelbaarheid beter maken. En kunnen we zorgen dat onze financiële positie ook aansluit bij de beleidsontwikkelingen die we doen. Dus ik zou daar wel graag op terugvallen. Want dan kunnen we deze discussie nu volgens mij ook afsluiten. Wat mij betreft akkoord. Nou, wellicht heel kort, want er was ook nog een vraag voor de woonlasten volgens mij. Maar die zit daar ook in dan. Hè? Als je wederom volgend dit jaar weer 12 miljoen realiseert. Dan zou ook de heroverweging volgens mij van iedere belasting, los van goede plannen die uitgevoerd zouden kunnen worden dan, zou ook daar kunnen komen, ook een fonds. Maar in deze rapportage zoals die er nu ligt, in deze meerjaarbegroting, die louter verlieslatend is, waar een incidentele post ter compensatie van tekort op jeugdzorg structureel wordt genomen, ja, zien wij heel weinig ruimte. En nogmaals, dat is deels kritiek, maar het is ook deels een hele grote opdracht om ervoor te zorgen dat het beter gaat. Want dan kunt u veel meer dingen doen. Dan kunt u ook een belastingverlaging overwegen. En die ligt er nu wel heel moeilijk in. Akkoord. Ik geef het woord weer terug aan die heer Stelpstra, die was bezig met zijn bijdrage. Of zie ik uw vragen aan andere fracties. Ja, dank u wel. Naar de PvdA toe ten aanzien van de motie jeugd. We zijn even benieuwd of de jongerenwerkers of daar straathoekwerken mee wordt bedoeld. Er wordt straathoekwerkers mee bedoeld. Wij willen nog even de reactie van het college daarover afwachten. Voorzitter, mag ik even interpreteren? Is het ook niet aardig? Ik wil niet op uw stoel gaan zitten. Maar als we toch dit onderwerp spreken, dat we dat dan ook dan gelijk als andere partijen die zo vinden ook even inhaken. Anders dan dreigt het risico dat we iedere keer dezelfde vragen gaan stellen. Dat is wel goed gebruik om dat te doen. Dus zeg maar, als iemand dat zou willen, dan is daar absoluut de gelegenheid. Nou, voorzitter. Dat hebben we eerder ook gedaan. Dus ik merk dat ik het woord nogmaals aan u kan geven. Als we het er toch over hebben. Nou, voorzitter, dat was een van de vragen die de VVD-fractie had aan de fractie van de Partij van de Arbeid. Is het niet omdat juist in zaken dit onderwerp die gebiedsregisseur al door u was aangesteld om juist te gaan uitzoeken wat er nodig is om dit probleem op te gaan lossen? En lijkt het dan niet wat voorbarig om daar nu 1, misschien wel 3 mensen aan toe te voegen? Dus zou het niet verstandig zijn om even te wachten tot de gebiedsregisseur, of de regisseur, ik zal het niet goed zeggen, maar de regisseur die hierover gaat, zijn bevindingen af te wachten om dan te komen met een goede oplossing. Als u mij toestaat. De heer Jonkhans. Dat kan een opvatting zijn. Maar het is ingegeven door 2 dingen. Ten eerste is het
Dat stuk is nog niet klaar. Dus op dit moment is er nog mogelijkheid om de kaders bij te stellen. En we hebben onlangs verhaal van Deventer gehoord. Dat Deventer is een van de weinige plaatsen in deze provincie en wellicht ook ver daarbuiten, die in staat is om op het jeugdzorg geen rode cijfers te schrijven. En hoe doen ze dat? Om vooral te gaan investeren in dat voorveld. Nou, dat voorveld dat heeft hier in Hardenberg is dat aardig uitgedund. De straathoekwerkers zijn in de samendoenteams terechtgekomen en daar wat verkommerd. En daardoor is van straathoekwerk geen sprake meer. En wij denken, wij weten zelfs op basis van de ervaringen in Deventer, dat dat enorm veel goede resultaten geeft en ook bezuinigingen op jeugdzorg. Omdat je niet gelijk naar een psycholoog of een psychiater wordt gestuurd, maar een goed gesprek met iemand van de straat die daar ook vaardigheden voor heeft. Maar dat is een stuk goedkoper en ook veel wenselijker om niet gelijk mensen maar een medische traject in te sturen. Voorzitter, mag ik daar ook een aanvullende vraag over stellen? De heer Brink. Want wij delen uw mening hoor, want een fractiegenoot van ons is onlangs ook meegeweest met de politie en daar werd die signaal ook wel afgegeven. Ik heb in mijn vorige bijdrage in de oorronde en net alweer aangegeven dat wij als CDA ook wel de behoefte voelen om daar ook echt iets aan te doen. Hè? Ook aan die jongeren die een hoop overlast veroorzaken. En dan sluit ik wel een beetje aan bij wat meneer Gelling zegt. Ja, kijk, ik ben natuurlijk de jeugdcoördinator hè, en ik hoor het meneer Stelstra ook zeggen. Laten we die nog niet voor de voeten lopen, want die mensen ook in het veld. Volgens mij is het zo dat de jongerenwerkers die wij nu hebben, versus een straathoekwerker, en de straathoekwerker zich echt mengt in een groep en vanuit onderhoop daar ook echt mee aan de slag gaat. Dus wij wachten in dat kader ook eerst even de beantwoording af van de portefeuillehouder, als waar wij besluiten of we wel of niet meegaan. Akkoord. Anderen nog over dit onderwerp, de heer Kloekhorst. Ja, dank u voorzitter. Nou, ik heb begrepen dat het ook vooral bedoeld is om jongerenwerk te bedrijven op de uren dat het kan en nodig is. Dus 's avonds na 8 uur tot 12 uur. Kijk, en coördinatoren hebben over het algemeen niet de eigenschap dat zij op zaterdag of zondag werken. Voorzitter, mag ik dan even op reageren? De heer Brink. Dat ben ik met u eens. Mijn coördinator is er wel voor bedoeld om ook, en dat staat ook in de eerste bestuursrapportage uit mijn hoofd, dat hij er wel voor bedoeld is om samen ook met de verbonden partijen een plan te maken van hey, hoe kunnen we nou die jongeren die echt problemen veroorzaken, hoe kunnen we dat nou een halt toeroepen, hoe kunnen we daar nou iets aan doen? Nou, in dat kader werd die coördinator en vanuit daaruit gaan we verder. En daarom zei ik zojuist tegen de heer Jonkans van de Partij van de Arbeid, laten we even kijken wat het college daarvan vindt en laten we dan besluiten of we wel of niet met die motie zullen meegaan. Dat is eigenlijk wat ik zeg. Maar meneer Brink, als u mij toestaat, dat heb ik ook in dictum aangegeven, dat we dat ook met de verbonden partijen, nou laten we het gewoon man en paard noemen, dus met de stuw, daarin in overleg gaan wat daarbij nodig is. Akkoord. Voldoende volgens mij over dit onderwerp, tenminste over de organisatie daarvan. Volgens mij was ik nog steeds bij de heer Stelstra. Dank u wel, voorzitter. Ten aanzien van 50PLUS staan wij positief naar uw motie. Dan GroenLinks, eerste jaar fractievoorzitter, dus complimenten. En ik was ook zeer verheugd in uw bijdrage de Neder-Saxe lijn terug te zien. Ik zie u wel eens in de buurt van Jesse Klaver lopen. Dus ik denk dat we daar samen een vuist kunnen maken in de Tweede Kamer. Bij D66 viel mij op dat het veel over waarde ging. Was er? Ja. Wellicht mag ik nog even reageren op de heer Stelstra. Ja, heer Bosholt, aan u het woord. Ja, voorzitter, bedankt. Ik zou het buitengewoon graag doen. En dan is het mooi dat in de Tweede Kamer de verhoudingen wat anders liggen dan hier. Daar is GroenLinks dan wat groter en de ChristenUnie wat kleiner. Ik kijk buitengewoon uit naar die samenwerking. Nou, dat zou bijzonder plezierig zijn. Vandaar ook deze toenadering, meneer Boshoven. Ik ga even verder met D66. Ik hoorde heel veel waarde en ik moest de hele tijd terugdenken aan onze kiezingscampagne, waar we in zeiden waardevol Hardenberg. Dus wat dat betreft laat dat noodlijk of bij ons aan.
Dat was het voor deze termijn, voorzitter. Ik merkte nog wel, als ik nog even naar mijn aantekening keek, dat ik heel veel vragen aan de heer Gelling heb gesteld. En dat de prematuurheid ten aanzien van de motie Hessenweg ondergesneuveld is. Nou, als u daar straks even op terug wil komen, graag. Akkoord. Mevrouw Meijerink, ik zie een rood lampje bij u. Voorzitter, daar wil ik wel even op reageren. Normaal gesproken was het proces zo dat er een collegebevoegdheid is om nu een verkeersbesluit te nemen naar aanleiding van het onderzoek en zou het niet naar de raad. Door deze motie komt er nu een conceptverkeersbesluit waardoor een deel van de procedure in openheid gevoerd wordt. Ja, wellicht heb ik het verkeerd begrepen, maar ik was in de veronderstelling dat de raad ook die evaluatie te zien zou krijgen. Ja, ik geloof wel dat we hem te zien krijgen, maar misschien kan de wethouder daar even op reageren. Maar hij kwam hier niet met meer dan ter informatie naar de raad. En het collegebesluit is volgens ons aanstaande. Dus vandaar deze motie. Akkoord. Voor de goede orde, overigens, u kunt altijd stukken op de agenda laten zetten. Als u dat wilt, om te bespreken. Dat was de bijdrage van de zijde van de ChristenUnie. Ga ik naar de fractie van de CDA. Het woord is aan de heer Brink. Voorzitter, dank u wel. Ik ga het kort houden. Ik ga niet alle fracties beraden. Ik heb enkel wel een paar vragen. Allereerst aan de ChristenUnie over die gehandicapte parkeerkaart. Hè? Want daar wilt u graag iets mee. Ik ben wel even benieuwd, want u heeft het erover dat mensen met een invalide parkeerkaart elk jaar een tarief zouden moeten betalen. Misschien heb ik dat niet helemaal goed gehoord. Maar volgens mij is het zo dat je alleen een tarief betaalt op het moment dat je een nieuwe kaart aanvraagt. Volgens mij moet je dan een bedrag betalen. Ik zie mevrouw Hoffman een beetje niet schudden, maar... Ja, het is volgens mij €70 de eerste aanvraag. En dan, of 65, hoor ik net. En dan €40 per jaar voor het verlengen. En het gaat ons met name even om die kosten. Of die voor iedereen. Je hebt het toch voor een specifieke doelgroep. Dat weet u ook als minister natuurlijk. Voor wie het wellicht niet te betalen is. Oké, helder. Maar dat is eigenlijk even mijn tweede vraag, voorzitter. Mevrouw Verschuur. Mag ik daar een aanvulling op doen? Wat meneer Stelstra al aangeeft, dat klopt. En het is zelfs zo dat een gehandicaptenkaart vaak of een jaar wordt afgegeven, of 2 jaar wordt afgegeven, of 3 jaar afgegeven. Dus dat houdt in op het moment dat een indicatie voor een gehandicaptenkaart weer opnieuw aangevraagd moet worden, dat de kosten dan weer hetzelfde zijn. Dus dat is een aanvulling. En ik vind hem terecht, daar mag wel naar gekeken gaan worden, want er is een vraag bij mij ook terecht gekomen. Nee, daar ben ik helemaal met u eens, hoor. Ook met meneer Stelstra, dat helder zijn. Hè? Ik was even benieuwd over het jaarlijkse tarief, want ik maak me nu ook ernstig zorgen over de geldigheid van mijn eigen gehandicapte kaart, maar dat terzijde. Nou ja, misschien, ik hield mij toen even niet aan de tekst, dus wellicht dat daar de verwarring vandaan. Akkoord. Okay. De heer Brink, ik stel voor dat de heer Brink vervolgt. En dat is eigenlijk mijn tweede vraag van, kijk, u zegt van, we willen eigenlijk... misschien wel iets doen aan een tarief voor de mensen die moeite hebben om dat te betalen. Dat zou mijn vraag zijn. Wil je dan koppelen aan de mensen die ook recht hebben op bijstand of iets? Hoe zou u dat voor u willen zien? Ja, normaliter nemen we de minimumnorm van 110%. 130%? Zoiets, ja. Dat is 110 of 130. Ja, 110, 130. Zoiets, ja. Maar goed, we zouden graag dat de portefeuillehouder er even naar kijkt en met een voorstel komt. Oké, helder. Dan ga ik even door. Ik heb al iets gezegd over de motie van de Partij van de Arbeid. Dat ga ik nog niet meer doen. Er blijft nog één vraag voor mijn fractie over. Die is gericht aan 50+. Gaat over het klimaat van de matrix. Ik herken die problemen ook, want ik ken ook mensen die naar de school gaan. Maar mijn vraag is wel even van, u zoomt heel specifiek in op de matrix. Dat is heel sympathiek. Maar ik zou me kunnen voorstellen dat er meerdere scholen zijn in de gemeente Hardenberg die ook last hebben van het binnenklimaat. Heeft u daar ook naar gekeken? Of heeft u zich echt alleen gericht op de problematiek rondom de matrix? De heer Schuurman. Dank u wel, voorzitter. Nee, wij zijn benaderd door de matrix dat het een warmhartige, slechte binnenklimaat is. Kinderen zijn vaak ziek, onderwijzers zijn vaak ziek en we hebben geen signalen gekregen van andere scholen. Maar ik denk dat het dan ook een taak is van de gemeente om dat te onderzoeken. Akkoord. Meneer Brink. Dan scroll ik even heel snel door mijn aantekeningen, maar dan ben ik er volgens mij doorheen. Prima, dank voor uw bijdrage. De fractie van GroenLinks had zich ook gemeld voor de
vragenronde richting andere fracties. Voorzitter, bedankt. Dat net op het moment dat ik een snoepje van CDA in mijn mond heb. Voorzitter, een enkele vraag. En die richt ik maar even aan het CDA als hoofdindiener over de motie van de ecoprocessierups. Een poos geleden is er een motie vreemd van de zijde van de Partij van de Arbeid geweest over de processierups. Daar stond heel specifiek in benadrukt dat het op ecologisch verantwoorde manieren zou moeten gebeuren. Dat staat in deze motie niet. Dus de vraag eigenlijk even concreet, maakt u de weg hier vrij om ook de niet-ecologisch verantwoorde manieren van bestrijding toe te passen? Als ik me toestaat, voorzitter, ga ik er gelijk even op reageren. Kijk, wat we zien, meneer Boshoven, is dat de eikenprocessierups een zorg voor overlast, ook voor een steeds toenemende overlast. Mensen hebben daar last van. Uiteraard gaan we dit op een zo goed mogelijke manier doen, zowel voor mens als voor dier. Maar we willen wel echt duidelijk die toename terugdringen. En we willen ook graag even van de portefeuillehouder hoe die er tegenaan kijkt en hoe we dat het beste zouden kunnen doen. Akkoord. Maar voor ons betreft is het natuurlijk op een natuurlijke biologische manier. Heer Bosso. Voorzitter, dat vind ik toch een buitengewoon prettig signaal. En dat die ecoprocessierups een probleem is, dat ontkennen we natuurlijk niet. Maar de manier van bestrijden, daar vinden we wel wat van. Voorzitter, mag ik daarop reageren? De heer Jonkans en dan de heer Gelling. Ja, want we hebben het nu toch over de eikenprocessierups. En ik heb soms toch een beetje het gevoel dat we met z'n allen een beetje elkaar achterna zitten te praten. Van wat is nou eindelijk het probleem? En ik zou er wel eens graag aan het college willen vragen van om eerst het probleem nou eens echt in kaart te brengen. Want ik zie overal, ik zie dat er bomen zijn die besmet zijn met eikenprocessierupsen. Er staat een groot lint omheen. Dat betekent, kom niet in de buurt. Nou, en als je je daaraan houdt, is er eigenlijk niet zoveel aan de hand. Daarmee is het probleem nog niet opgelost. Maar dat vraagt nu ook weer niet om middelen die niet duurzaam zijn. Tenminste, maar dat is mijn persoonlijke opvatting. Dus, maar mijn vraag is van, kan er ook een keer een objectieve inventarisatie gemaakt worden van het probleem? Voordat we als een dolle in allerlei heilloze maatregelen gaan. U wilt een processie van maatregelen voorkomen, zeg maar. Precies. Voorzitter. Volgens mij zijn de haartjes van die rups, dat is volgens mij het probleem. En de hoeveelheid, dus daar willen we wat akkoord aan doen. Ja. De Gelling dat nog? Ja, voorzitter, aanvullend erop is naar mijn mening al een vorige keer een inventarisatie gemaakt van het probleem. En was de oplossing de koolmeesjes. En we kunnen in ieder geval constateren dat dat niet voldoet. Want kijk om u heen en u ziet echt overal de eikenprocessierups. Dus dat u wil inventariseren hoe erg het is, dat is prima. Maar wat de VVD betreft, dat is aardig dat je met drie partijen een motie in kan dienen en toch ter zake de oplossing zo kan verschillen. Wat ons betreft moet die gewoon weg, die eikenprocessierups. En hoe u dat doet, doet u het. En in aanvulling op meneer Brink, die dat wil doen met respect voor mens en dier, daar valt ons betreft in ieder geval niet het eikenprocessierups onder dan. En als daar andere dieren bij zijn, prima. Akkoord. Ja, maar goed, voorzitter, het lijkt me beter dat de portefeuillehouder even reageert. Ja, er is natuurlijk heel veel over gezegd, maar het probleem is echt heel groot. Er zijn echt veel mensen die er bijzonder veel last van hebben en het moet gewoon echt opgelost worden. Akkoord. Voldoende over de eikenprocessierups en de motie die daarover is ingediend. De heer Boshoven, anders nog niet het geval. Dan kom ik bij de fractie van de VVD. Heeft u nog behoefte om te reageren? Ook net een snoepje van het CDA gekregen. Dat is wel een mooie methode van het CDA om zo iedereen dat is een beetje dood te nooit maken, genoeg, zeg maar. Voorzitter. Je krijgt het gevoel dat het expres is, maar hij plakt ook nog behoorlijk. Je bent nog niet zo volledig blij. Biologisch. Ja, dat proef ik. Kun je dan ook mee verdelgen met deze snoepjes. Voorzitter, één concrete vraag aan, dat mag een van de indieners zijn, maar meneer Staps heeft hem ingediend, de motie ter zake het fonds. De vraag is, we zien vaker van die fondsen voorbij komen en daar gaat best wel veel geld in, zo gemiddeld bezien. Geld wat er nu eigenlijk voor de meerjarenbegroting in ieder geval volgend jaar al structureel negatief en niet direct is. U zegt wel uit de algemene middelen, maar daarvoor moet je eerst verlies maken om het daar uit te halen. Dus de vraag is, is dat financieel aanpasbaar? Maar met name heel concreet, wat gebeurt er nou precies mee? Hè? Want het is echt wel een substantieel bedrag, een miljoen. Ik kan me nog een duurzaamheidsfonds herinneren van 5 ton. Daar heb ik ook eigenlijk nog meer zo weer gehoord.
Dus de vraag is eigenlijk, ja, wat is nou dit fonds anders dan het zoveelste fonds wat er ligt, waar dingen van kunnen gebeuren? En met name, wat gaat u er ook mee doen? En dat vraag ik u wel heel specifiek, want u hebt een paar keer het woord dorpsvisie in de mond gehad. En dan kom ik toch even op de O-ronde, waar een dorp heel duidelijk aangeeft een dorpsvisie gemaakt te hebben, die hier tentoon te spreiden. En vervolgens wil u gewoon er een hamerstuk van maken, geheel in afwijking van de inspreker die zijn dorpsvisie hier duidelijk maakt. Dus wat is het doel van het fonds? Wie gaat het beheren? Wat voegt het toe? Moet het college dat gewoon niet zelf doen als mensen iets willen doen? Moet daar niet gewoon budgetair iets voor gedaan? En vindt u het een taak van de raad om dat te gaan beheren en te gaan initiëren? De heer Stelpstra, zou u daarop willen reageren? Dank u wel, voorzitter. Het woordje dorpsvisie stond niet in mijn tropenversie van mijn bijdrage. Dus dat woord heb ik zelf niet genoemd. Hè. Als u mij zou vragen van waar dan zou u het willen uitgeven, dan denken we meer aan de Social Development Goals. U heeft het over fondsen, allemaal fondsen. Nou, zoveel fondsen kennen wij niet als gemeente. We hebben wel één fonds. En dat is het Maatschappelijk Initiatievenfonds. En daar storten we dit bedrag in. Nou, als het goed is, weet u wat de kaders zijn van het Maatschappelijke Initiatievenfonds. Die staan ook wel in de motie. Hè. Dat hebben we ook gezamenlijk vastgesteld. Hè. Het moet een maatschappelijk doel hebben. Het moet bijdragen aan lokale cohesie. En het moet draagvlak hebben. En dat zijn een beetje de hoofdkaders. Dus daar valt dit miljoen binnen. En wij zouden het mooi vinden om gezamenlijk als raad te gaan kijken welke. Een miljoen is een substantieel groter bedrag dan de 1 ton die we er jaarlijks instoppen. Om te kijken, kunnen we bepaalde thema's definiëren. Waarbinnen ook een vast bedrag wordt gesteld als plafond. En hiermee kan ook een partij zijn politieke kleur lokaal laten zien en terug laten komen in het fonds. Dus het is nog een proces dat we graag na de zomer zouden willen opstarten met elkaar. Voorzitter. De heer Rodemond. De interruptie. Een vraag in aansluiting op de heer Stelpstra. Een beantwoording rondom dit maatschappelijk initiatievenfonds. Als ik het goed begrijp, proberen we eerst geld vrij te maken, zodat we in ieder geval middelen hebben om het een en ander te gaan doen. Hoe verhoudt zich dat tot een raadswerkgroep die zich nu bezighoudt met een blik op, ik noem het maar even een andere overheid, om een wat meer participerende overheid te zijn? Want je zou zelfs kunnen veronderstellen als dat doorgetrokken wordt. U noemde ook al de Sustainable Development Goals. Ik hoop dat ik het dit keer goed zeg. Dat zijn ook zaken die misschien ons min of meer dwingen om anders te gaan kijken naar de begroting, zodat die hele miljoen misschien niet eens zozeer op die manier nodig is, omdat je gewoon het geld vanuit die werkgroepen op die manier echt samen met de maatschappij al gaat inzetten. Hoe kijkt u daar tegenaan? Dus de verhouding tussen die beweging vanuit de raad enerzijds en een fonds oprichten anderzijds. Meneer Stelpstra. Ja, nogmaals, voorzitter. Het fonds bestaat, het Maatschappelijk Initiatiefonds, dus het is niet een nieuw idee. Het is een bestendiging van een bestaand idee en dat te versterken. Het oorspronkelijke idee van het Maatschappelijke Initiatiefonds was juist die participatie. Dus ik denk dat het even losgezien kan worden van de werkgroep bestuurlijke vernieuwing. En die zal zich over een heleboel thematieken. En dit is eigenlijk het teruggeven van het geld aan de maatschappij om te investeren in lokale initiatieven. Ik wil graag nog even reageren op de opmerking van de heer Gelling ten aanzien van van de financiën. Als we kijken naar het meerjarig verloop van de algemene reserve, dan kunnen wij daar, als wij daartoe besluiten, in meerderheid als raad, gewoon een miljoen uithalen. En dat is hoe wij dat voor ons zien. Het is dus niet zo dat we per definitie een verlies hoeven te hebben. Maar wij zeggen, onze huidige resultaat storten we ook volledig in de algemene reserve. Dat is een gebruik, dus wij kunnen het niet van het jaarresultaat afhalen. Dus het is heel logisch dat je het daaruit kan. Meneer Gelling. Ja, voorzitter, daar kunnen we technisch over hebben hoor. Want de algemene reserve is het. Maar goed, laten we daarmee even liggen.
Wat ik wel interessant vind is dat u zegt van nou, dit miljoen gebruiken we om terug te geven aan de maatschappij. En dan kom ik toch even op de OZB bijvoorbeeld. Dat is nou iets wat je teruggeeft aan de maatschappij. Als je de belasting verlaagt, dan geef je geld terug aan iedereen zonder enige onderscheid. Nee, als je belasting verlaagt, dan haal je minder geld op bij een ander. Dat is geen geld teruggeven. Nee, maar om eerst geld op te halen door middel van de belasting, om het vervolgens terug te geven aan de maatschappij, dat is iets waar wij dan kennelijk anders over denken dan nu. En dus dat één. Maar twee is, het fonds wat er is, is heel sympathiek. En daar gaat al een tamelijk structureel bedrag in. Maar om het zodanig groot te verhogen, gaat het echt wel een heel andere opzet krijgen. Want dan is het echt wel een. Dan heeft u echt middelen om ook niet zozeer een bijdrage te leveren, maar wellicht mogelijkheid om ook echt dingen te gaan doen die sturend zijn. En die bepaald worden door de couleur van de beheerder van het fonds ook. En daar zou ik nog even willen zien hoe dat dan gewaarborgd wordt. Zodat er niet een liberaal, dan wel een niet-liberaal sausje overkomt. Als ik het daarbij mag laten. Dat begrijp wat ik bedoel. Nou ja, daarom zouden wij ook graag met u en alle andere partijen in gesprek willen. Hè. Wat zijn voor u de thema's die u ziet in de maatschappij waarin u zou willen investeren? Hè. En dat is ook de strekking van de motie. Hè. Laten we dat bedrag opknippen in een drietal stukken. Hè. Dus dan heb je ongeveer 33 per jaarschijf beschikbaar. Hè. En nou ja, welke thema's zou u als VVD-fractie willen stimuleren. Dus ik denk dat we dat wat dat betreft wel elkaar kunnen vinden de komende tijd. Akkoord. Oh, en mijn collega zegt dat geeft u de kans om te shinen. Oké. Het woord was nog steeds aan u, Jegeling, een bijdrage. Ik weet niet of er nog meer vragen zijn. Ja, wij hadden nog een vraag aan de fractie van 50PLUS in zaken de Matrix. Want wat wij in onze bijdrage leveren, kort aangaven, buitengewoon sympathiek. En ook de VVD-fractie vindt dat als er met de klimaatbeheersing iets zodanig structureel mis is, dat het een beetje raar is om daar 4 jaar mee te wachten. Een ander ding is dat de VVD ook wel graag aan budgetbeheer doet. En 2 miljoen is wel, dat was het ongeveer geloof ik, 1,9 uit mijn hoofd. Is natuurlijk wel een bedrag wat ook wel ergens impact heeft. Dus de vraag was aan meneer Stuurman, of hij daar ook gedachten over heeft, omdat iedere motie doorgaans aangeeft waar geld zou moeten worden gezocht, of u daar ook een idee van heeft. De heer Schuurman. Dank u wel, voorzitter. Nou, het is geen 2 miljoen. Dat is namelijk de nieuwbouw van de matrix. Het gaat hier om een bedrag van 284.000 euro. Dus dan heb je de stukken niet helemaal goed gelezen. Nou, dat, dat kan. Akkoord. Als ik meneer Stelstra begrijp, dat vaker. Maar dan nog blijft de vraag, waar haalt u dan die 284.000 euro vandaan? Er moet toch ergens een soort van dekking voor gevonden worden? Nou, naar mijn bescheiden mening kan dat gewoon via de algemene middelen. Dat is een algemene reserve, daar zal het uit moeten. U kunt kinderen geen jaar nog laten zitten daar met snotneuzen enzovoort, terwijl dat het beter kan. Akkoord, dank voor de toelichting. Ik dan toch even nog naar pagina 27. Daar zien wij toch een bedrag van 1.716.000 staan. Ik zie de wethouder ook knikken. Dus ik zeg het niet om mij gelijk te krijgen, want ik heb ondertussen wel door dat niet het belangrijkste is. Maar het is wel goed om even te weten wat voor bedragen we het dan hebben, voorzitter. Akkoord, ik stel mij voor dat dat misschien zo nog even aan de orde komt in de derde termijn van het college. Dat was het voor wat betreft de fractie van de VVD. D66, heer Rodemond. Voorzitter, dank u wel. Ja, volgens mij zijn heel veel zaken al benoemd dat betreft. Kijk ik alleen eventjes op heer mijn Rodemond. 36 pagina's vragen die mij resteren. Nee, ik zie dat u uw jasje nog aan heeft. Even een vraag. Een vraag aan het CDA rondom de streekfunctie. Er werden wat voorstellen gedaan, met name gericht op provinciaal beleid, leek het mij. Dus is mijn vraag eigenlijk, heeft het CDA ook ideeën over hoe we de streekfunctie voor Hardenberg ook lokaal en vanuit eigen middelen en eigen inzet beter kunnen invullen? Misschien heb ik niet goed opgelet, maar in ieder geval was daar veel rondom mobiliteit, het spoor, lijnbus, et cetera. Maar dat zijn zaken die met name dus bij de provincie lijken te liggen. Dus vandaar deze vraag even. Vraag aan het CDA. Nou, of u goed geluisterd heeft, voorzitter, dat weet ik niet, maar ik leg het graag nog een keer uit.
In de oproep die ik gedaan heb in mijn betoog, heb ik echt gezegd van, nou ja, kijk, we hebben natuurlijk een provincie, een provinciaal bestuur. Streekfuncties voor de gemeente Hardenberg ongelooflijk belangrijk, hè? Ook als je kijkt naar woningbouw, bedrijven trekken naar de regio, et cetera. En wat je ziet is dat er in de coalitie van Zwolle omhandeld is, dan zie ik toch dat er nodige investeringen naar Twente gaan. En mijn pleidooi was eigenlijk, jongens, laten we zorgen met elkaar als collectief gemeentebestuur, dat we de banden met de provincie kort houden, dat ze ons weten te vinden en dat wij ook vooral hen weten te vinden. En dat we daardoor kansen kunnen pakken en die kansen die kunnen ze voordoen op het gebied van mobiliteit. Dan ook op heel veel andere terreinen. Het gaat met name over spoor, stationsomgeving, dat soort zaken. En dat was eigenlijk mijn oproep die ik tijdens mijn pleidooi heb geprobeerd te doen. Nee, dan heb ik dat toch goed gehoord. Dat was precies mijn interpretatie. Vraag aan op koersbenu rondom asbestsanering. En dat is tevens mijn laatste vraag, dus wees gerust. 1,6 miljoen daarover wordt gerept als fonds om asbestsanering te doen. Terecht dat u zegt, de Eerste Kamer heeft anders besloten, maar u vraagt om dit toch door te laten gaan. Ik snap dat. Ik had even wat vragen rondom dat bedrag. Misschien zijn die in de O-ronde voorbij gekomen, maar helaas was ik daar dan niet bij door omstandigheden. Mijn vraag is eigenlijk, heeft u een beeld dat wij met die 1,6 miljoen in totaal grip hebben op die regeling? Of dat we zien een enorme hoeveelheid aan asbestdaken nog wel in deze gemeente. Kunnen we met die 1,6 miljoen uit? Of gaat dat uiteindelijk ook uit de bocht vliegen als we hiermee doorgaan zonder landelijke ruggensteun? De heer Kloekhorst. Ja, dank u voorzitter. Nee, met die 1,6 miljoen komen we er niet. Heel duidelijk. Wij wijzen alleen op het feit van bij een aantal gemeenten zal nu de snelheid even uit zijn. En voor ons wellicht de kans, van wat de Eerste Kamer ook zegt, ooit zal het opgelost moeten worden. Daarom kijken wij van, nu zijn de middelen beschikbaar, dat is uitgesproken. Wij hoeven zelf maar een klein deel te leveren. Probeer nu vaart te zetten, om straks in de toekomst wat meer de handen vrij te hebben. Akkoord, dank u wel. De fractie van de Partij van Arbeid had ook nog vragen. Ik weet niet of die er nog zijn. Nu ja, er is nog één vraagje. En dat is de Hessenweg. We hebben de discussie net aangehoord, maar er blijft bij ons toch nog één vraag over. Van, gaat het nou over het heroverwegen van het besluit? Of over de matige, ruimtelijke, kwalitatieve uitvoering van het besluit? Want dat is voor mij niet helder, want er wordt geschermd van ja, het moet anders en dit en dat. Maar ik krijg de essentie van het verzoek krijg ik maar niet scherp. Die vraag stelt u aan de indieners van de motie. Precies. Zal ik daarop reageren? Mevrouw Meijerink. Het is beide wellicht. Maar het plan heeft ter inzage gelegen. En wordt op een hele andere manier uitgevoerd dat ter inzage heeft gelegen. Er zijn heel veel mensen die zich in de gemeenschap niet gekend voelen in de beslissing die voor ligt. En daarom vragen wij het college om het concept verkeersbesluit wat genomen moet worden, of het verkeersbesluit in concept voor te leggen, waardoor mensen wel kunnen reageren en wellicht een andere uitkomst, maar daar gaan we helemaal niet vanuit, gaan we niet per se vanuit, maar in elk geval een evenwichtig besluit genomen kan worden. Nou goed, de heer Geesing. Want het raadsbesluit wat destijds genomen is, daar stond niet in vermeld dat de Hessenweg werd afgesloten voor de Boshoek. Dat stond niet in het raadsbesluit en zo heeft ook ter inzage gelegen. Dus daardoor zijn heel veel mensen niet op de hoogte geweest. En zijn ze niet in de gelegenheid gesteld om bezwaren aan te tekenen en hun zienswijze in te dienen. Er zijn nog zienswijzers ingediend. Alleen die zijn door een aantal mensen ingediend die op de hoogte zijn geweest. Op een andere manier. Vandaar. Akkoord. Voldoende toegelicht. Voor dit moment geen vragen meer. Anders niet. Oké. Okay. Volgens mij komen we dan. Zijn er nog anderen die het woord willen voeren? Nee, niet het geval. Nee. Dan komen we aan het einde van de tweede termijn. Zou mijn voorstel zijn om tot 9:00 te schorsen. En dan het college de gelegenheid geven om te antwoorden. En ook vooral in te gaan op de ingediende moties. Waarna we dan tot besluitvorming zouden kunnen overgaan. Is dat akkoord wat u betreft? Ja? De vergadering is geschorst tot 9:00. Voorzitter, ik zie dat u het jasje al uit heeft en dat is een goed teken.
Nou, ik geef het woord aan... Beste mensen, mag ik verzoeken om uw plaats opnieuw in te nemen? Dan gaan wij beginnen met de raadsvergadering. Bodus. De bodenbel. We hebben de bodenbel nodig. Dames en heren, ik heropen de vergadering. De raadsvergadering van dinsdag 25 juni 2019. Aan de orde zijn de agendapunten 6, 7 en 8. Kadernoten, ja-stukken, bestuursrapportage. We hebben twee termijnen gehad. Er zijn, liggen 6 moties voor. En in de derde termijn gaat het college reageren op de ingediende moties. En waar nodig zullen zij op hoofdlijnen vragen beantwoorden. Ik merk dat iedereen het erg warm heeft. En ik wil de discussie niet inkorten of wat dan ook. Maar wel verzoeken aan ieder gewoon de discussie op de belangrijkste punten te blijven voeren. Dat is tot nu toe goed gelukt. Dus dank daarvoor. Ik denk dat ik het woord geef nu aan het college. De heer Breukelman staat al klaar om in te gaan op de moties en een aantal vragen die aan hem zijn gesteld. Om inderdaad kort en bondig te reageren op de punten die raakvlak hebben met mijn portefeuille. Dat begint natuurlijk met de voorspelbaarheid waar vanavond over gesproken is. Er zijn volgens mij geen nieuwe vragen over gesteld, maar is overal wel even aangestipt. Nou, hebben we vorige week of twee weken geleden was het ook het nodige over gezegd. Er zouden er nog heel veel over kunnen zeggen, over dat gronden passeren in december en over zaken waar je wel geen invloed hebt. Dat ga ik helemaal niet doen. Wij moeten zorgen dat we na het reces zo snel mogelijk met elkaar in gesprek komen. Van, hey, hoe gaan we nu met elkaar voor zorgen dat we een betere voorspelbaarheid hebben op basis van die tweede bestuursrapportage. Maar twee ook, wat wilt u nou als instrumentarium hebben? Moeten we die tweede B-rap in de benen houden of zullen we werken met een afwijkingsbrief? Nou, die uitnodiging heeft u als raad gedaan en neem ik graag ter harte wat dat betreft. Er is een vraag gesteld over de OZB, met name over de categorie niet-woning, of die verder verduidelijk kan worden. En wat betekent het ook wanneer je de inflatiefactor niet toepast op deze categorie? Nou, die laatste vraag, daar wordt al iets over ingezegd in de memo die in de weekbericht heeft gestaan. Ik wil dat best nog even verder toelichten en ik zal proberen om zo goed mogelijk die categorie niet-woningen in beeld te brengen. Of het helemaal gaat lukken op categorieniveau, dat weet ik niet, maar ik ga het proberen om zo goed mogelijk uit te splitsen. Er was een vraag van mevrouw Kelder van de fractie van Op Koers, die ging over wettelijke taken. Toen dacht ik, ja, er is al eens een keer genoemd dat het college misschien weinig doet, dat onderschrijf ik trouwens niet. Maar om je nu helemaal uit te laten zoeken wat nou exact de wettelijke taken zijn en wat niet, ja, dat wordt een enorme opdracht. Maar ik kan me voorstellen dat u bedoelt, als we een discussie hebben over oud voor nieuw, dan wil ik graag weten waar ben ik nou toe verplicht en waar ga ik de vrijheid in. Nou, als dat de opdracht moet zijn, dan gaan we ons best daarvoor doen. Dan kom ik tot slot, voorzitter, bij de motie die gaat over de reservelijst. Als ik goed heb meegeschreven is dat motie nummer 4. Nou, de reservelijst staat inderdaad nu niet bij de kadernota. Die hadden we in het verleden wel, was met name ingestoken vanaf de periode dat er eigenlijk geen financiële middelen waren en toch wensen. Toen hadden we een reservelijst van, nou ja, op het moment dat het financieel meezit, gaan we deze dingen weer uitvoeren. Met een bepaalde prioriteit daaraan. Nou, ik wil best eens in beeld brengen, wat is er nou buiten de kadernota gebleven? Hè? Kunnen we het daar in november over hebben? Maar volgens mij is dat ook goed om als raad dan aan te geven, wat zou er volgens ons nog thuis horen op die reservelijst? En daarmee, voorzitter, denk ik dat de vragen die mijn portefeuille raken heb beantwoord. Voorzitter. Akkoord. De heer Gelling. Eén vraag is die niet gesteld is, maar die wel bij deze portefeuillehouder hoort. Dat is een hele algemene vraag. Ja, ja. Akkoord. Ga naar over de meicirculaire. Die is ondertussen bekend. Zou u heel kort een inzage kunnen geven wat die doet voor uw presentatie? De meicirculaire is inmiddels aan de gemeente verstuurd. Volgende week gaat u daarover een schrijf van het college ontvangen, waarin even wordt uitgelegd wat betekent het nou precies voor Hardenberg. Maar als ik er zo even door de oogharen doorheen gelezen heb, dan betekent het voor ons nog niet zo heel erg veel. Er zit een wat grote dip in op het gebied van het accre. Er zit een klein plusje in daar waar het gaat over de prijsloonontwikkeling. Maar goed, dan moeten wij ook nog gaan vertalen. En wat betekent nou de prijsloonontwikkeling voor de Hardenbergse begroting? Maar grosso modo zag het er redelijk stabiel uit voor Hardenberg. Maar volgende week ontvangt u daarover nog een memo. Akkoord. Dank u wel. Bedankt, meneer Breukman. Ga ik naar de heer Teriet stap.
voor de moties en een aantal vragen ook gesteld in de portefeuille van de heer Verietza. Dank u wel, voorzitter. Ik ga met name even in op de motie ingediend of aangekondigd door de PvdA over de inzet op preventie en collectieve voorzieningen en ten aanzien van de jeugdwerkers, hè, waarover gesproken is. Nou, er is ook al even een kort debat over geweest hier in de raad zelf. Wat ik daarover zou willen zeggen is dat wij de relatie wordt gelegd met de middelen die we hebben aangekondigd te willen reserveren in de begroting voor 2020. En dat wij voor die tijd ook bij u komen met een plan over de inhoudelijke kaders rond preventie en collectieve voorzieningen. Ondertussen is ook die regisseur die nu nog aan de slag is. Dus ik zou heel graag, ik vind het een hele duidelijke oproep van de raad, die ons ook heel goed voedt om ook te kijken van kunnen we dat meenemen in, preventie en die collectieve voorzieningen. Dus ik zie daar in de raad een hele goede stevige oproep in, die ik eigenlijk op dit moment heel graag zou willen meenemen, maar ook even integraal afwegen in het totale plan. Waarbij ik aan u zou willen vragen of het voor u denkbaar is dat, dat wij hiermee aan de slag gaan en dat u de motie zo lang ook weet aan te houden. En dan bij de beoordeling van het inhoudelijke kader alsnog kunt oordelen of u vindt dat dat al dan niet voldoende is overgenomen. Maar de lijn die u daarin suggereert en wat u nastreeft geeft ons veel richting om er ook mee aan de slag te gaan, nu al. En dan kunnen we het ook integraal in het plan meenemen. Dus maar dat oordeel is in die zin natuurlijk aan u. Maar wat mij vanuit het college betreft gezegd van het zou ons helpen als we even de ruimte krijgen om dat in het geheel mee te nemen. Voorzitter, dat is volgens mij de enige motie waar ik op zou moeten reageren. Er is nog een vraag gesteld over hard veilig. En ik, daarin zie ik ook een hele duidelijke oproep van de raad die wij onszelf ook wel herkennen. Hè? We hebben er eerder over gesproken in de oriënterende ronde. Wij hebben een heel mooi netwerk. Daar zijn we ontzettend blij en dankbaar voor. We willen dat netwerk ook heel graag behouden. En we komen toch richting die vervangingen ook aan. Hè? En ik zie het in die zin, hebben wij als college dat ook al onderkend. Dat we gezegd hebben, daar moeten we nog eens even goed naar kijken. Dat je wel het gebied, waar ik vorige keer ook gezegd heb, dat het eigenaarschap wel in het gebied blijft liggen. We kunnen nog even een stimulans in doen om het ook bij de plaatselijke belangen onder de aandacht te brengen. Maar dat we die vervanging op langere termijn ook wel geborgd hebben. Dus wij willen daar als college mee aan de slag. En komen daar dan ook bij de begrotingsbehandeling op terug. En dan kunt u daar dan ook over kijken of dat voldoende is naar uw mening. Voorzitter, zou ik de wethouder daar even een vraag over mogen stellen? Ja, de heer Van den Berg. Voorzitter, neemt u in het plan dan ook mee de bevolkingsdichtheid per gebied? Er zijn verschillende doelen, hè, zeg maar, over de tijden die er nu zitten. En dat we eigenlijk dat netwerk nog wat willen comprimeren, zeg maar, hè, dat er eigenlijk nog wat beter wordt. Dat maakt daar onderdeel uit van. Maar dat zit hem ook in de beginfase. Hè, van we hebben nu al een regeling met een x-percentage wat we eraan bijdragen via de stichting. Zodat je je eerste aanschaf zou kunnen doen. Maar waar we dan ook heel specifiek naar kijken, hoe kunnen we ook die vervanging. Want we zitten nu ook in die 10-jaarsperiode. Dus ik zou willen zeggen, van laten we dat dan even in zijn totaliteit in beeld brengen. Maar we hebben het heel expliciet nu over de vervanging, omdat we voor de eerste aanschaf al iets geregeld hebben. Voorzitter, dat mag me. Op zich heeft u gelijk. Alleen er is in een centrum of in een Baalder is het veel makkelijker om geld te genereren voor een AED dan in een buitengebied. Ja, de bevolkingsdichtheid, hè, ook als je geld uit het gebied wilt genereren. Wij gaan er nog eens goed naar kijken. En die opmerking neem ik ter harte om ook eens eventjes te kijken van hoe kunnen we die in het totale plan of dat betekenis heeft. Het gaat te ver om daar nu echt inhoudelijk op te reageren, maar ik snap uw punt. Dus laten we die daar ook in meenemen. Goed. Voorzitter, dan heb ik nog een vraag gehad ten aanzien van, echt wat concreter, als het gaat over het fietspad Grote Oever, waarin u zegt, nou, gaat u nog eens dat gesprek aan met de gemeente Staphorst, waarin we hier natuurlijk met uw raad ook al een aantal keer hebben gesproken en proberen mee te nemen in de overweging die wij hebben gehad, zeg maar, om niet te investeren op dit moment, maar dat onderdeel te laten maken van die integrale afweging. In de tussentijd ook eens gekeken, wat er spelen bijvoorbeeld. We hebben ongeveer 10 tot 12 van dit soort aanvragen lopen, hè, van wensen waar mensen daarmee aan de slag willen. Als u dat van mij vraagt, ga ik met alle plezier nog eens met Staphorst in gesprek. Uiteraard, zou ik bijna zeggen. Maar ik pleit er ook nog wel voor om toch wel te kijken of we die integrale afweging daarin kunnen maken. Ja, en op het moment dat we toch zeggen van,
koste wat kost, hij moet er komen. We hebben de integrale afweging daarbij niet nodig. Dan zou ik bijna willen zeggen, ja, dan moeten we ook even naar de raad. Dan is het ook even aan de raad, zeg maar, om dan te zeggen van, nou, hij moet er komen. Dus ik wil met alle plezier nog eens met Staphorst daarover in gesprek gaan. Hij gaat onderdeel uitmaken van een integrale afweging. En ja, of hij er nou wel of niet moet komen, dat is dan ook even hoe u er zelf als raad in staat. Voorzitter, ik denk dat ik mijn vragen bij deze wel beantwoord. Ja, fijn. Dank u wel. Ik ga naar de fractie van... De fractie van de heer Ter Kate, wou ik zeggen. Maar het begint nu erg warm te worden. De portefeuillehouder, de heer Ter Kate. Ja, voorzitter, dank je wel. Even een paar losse vragen en twee moties. De gehandicapten parkeerkaart. Wij hebben daar even over gehad. En om zeg maar niet alles in één keer weg te geven. En zeker niet voor degene die het wel kan betalen. Is het misschien mogelijk om het op te nemen in die bijzondere bijstand. Dus diegenen die het dan echt geldt, die kunnen daar dan een beroep op doen. Daar moeten wel de regels voor aangepast worden. En daar moet budget bij. Het voorstel vanuit het college is om dat in beeld te brengen voor de begrotingen, zodat u er dan nog zelf over kunt beslissen. De vraag, hoe staat het met de windenergie in Witte Paal? Nou, het college in Overijssel zit nog maar net. We hebben kennis gemaakt en binnenkort gaan we ook over dit hierover in gesprek. Maar daar hebben we op dit moment nu nog geen gesprek over gevoerd. Parkeerbeleid. U krijgt een tussentijdse voortgangsrapportage en we komen aan het eind van het jaar met de evaluatie, dan is hij afgerond en dan komen we bij u met, om het ook met u te bespreken. En dan, ja, ik kan het niet laten, voorzitter, de rendo en het groene gas, het goede voorbeeld in Staphorst. Nou, ik ga niet daar te veel over zeggen, maar ik weet een gemeente die het nog eerder had, ook in het rendogebied. En niet voor niks dat ze ook nu op het podium stonden voor Hardenberg. Het is mij uit het hart gegrepen en wij gaan absoluut proberen om ook hetzelfde convenant hier te ondertekenen. Maar de rendo, dat is nog maar een heel klein deel van onze gemeente Hardenberg, want het is de voormalige gemeente Averees wat zij bestrijken. Dus zijn we ook met COGAS hierover in gesprek. Dan kom ik denk ik ook toe naar de beide moties. Afsluiting Hessenweg. Voorzitter, een hele lange geschiedenis waar we eigenlijk proberen gewoon met elkaar toch nog een goed eind aan te breien. Dat gevoel ligt volgens mij ook bij de raad om dat te doen, maar nog proberen om er nog een ordentelijk stuk aan toe te voegen. Wij kunnen heel goed leven met het voorstel zoals het erin staat om een concept verkeersbesluit te gaan nemen. Net als een voorontwerp bestemmingsplan en niet een ontwerp bestemmingsplan. En dan gaan we daarna nog eens kijken van wat komen er nu voor reacties binnen. En als die reacties er zijn, dan stel ik mij voor dat we dat, puntje 4, vooraf gaan naar de definitieve besluitvorming van de raad. Dan sturen we dat naar u toe. Ook het onderzoek wat nu is nog eens gedaan, we hebben nog eens alles op een rij gezet met voor- en nadelen. Dat sturen we dan ook naar u toe. Dan stevenen we dan af op een goed gefundeerd besluit, verkeersbesluit. Dus in die zin kunnen wij daarmee leven. Als het gewoon duidelijk is, dat lees ik namelijk in punt 4, dat die voorafgaan aan de definitieve besluitvorming de raad hierin tijdig mee te nemen, dat wij u gaan informeren nadat alles is binnengekomen en voordat het college definitief gaat besluiten. En de eerste punt wat er nog in staat, dat is na de zomervakantie. We hebben wel de omwonenden en mensen brieven gestuurd dat wij in mei, juni een besluit gaan nemen. Als we dat nu weer over de zomervakantie heen tillen. Maar ik denk dat u hebt gezegd van na de zomervakantie, want we willen zo liefst iedereen bereiken. Ik stel voor dat we het dan nu doen, maar dat we de periode niet op 6 weken ter inzage, maar 8 weken houden. En er zijn maar heel weinig mensen, denk ik, die 8 weken achtereen op vakantie zijn. Met u goed vinden, maar dat hoor ik graag nog van u. Dan, voorzitter. De matrix.
Ja, ik begrijp, voorzitter, dat er bij een aantal partijen dat u snel aan de slag wilt. En daar heb ik ook begrip voor. Ik pleit er wel voor om het wel een ordentelijk proces en ook de gevolgen van het snelle besluit nu wel goed in beeld te brengen. Mijn voorstel zou zijn om dat allemaal in beeld te brengen voor de begroting. Het is een omvangrijk project waar ook een Europese aanbesteding voor nodig is. Er is engineering voor nodig. Het is niet een pasklare oplossing van we kopen een zusketel of een zoketel. Maar daar is heel veel voor nodig. En ik wil niet in de valkuil trappen dat we het nu heel snel gaan doen en dat we straks daar een systeem hebben wat niet werkt. Dus Europese aanbesteding, het hele verhaal van engineering, dat moet allemaal gebeuren. We hebben ook ons normale programma, dus dan moeten we ook kijken van wat gaan we dan iets meer op de lange baan schuiven. Ook mijn voorstel is om dat voor u voor de begroting in beeld te brengen, zodat we dan kunnen besluiten hoe we het zo snel mogelijk nog kunnen aanpakken. En nu het liefst eerder dan de 4 jaar zoals is gesteld. Dat was het voorzitter. Helder. De heer Stelpstra. Ja, dank u wel. Even over gehandicapten parkeren. U geeft aan, ik ga dat uitzoeken. En u gaat dat dan ook verwerken in de begroting? Ik heb gezegd van wij gaan het uitzoeken. Wij stellen het u ter beschikking. En dan kunt u zelf bij de begrotingsbehandeling van de informatie die er dan ligt gebruik maken. Ja, dat is hetzelfde zeggen wat u net zei, maar ik ga er dan even vanuit dat het in de begroting wordt verwerkt. Hartstikke mooi. Wij sturen de informatie toe en ja. U bent zelf bij machten om iets wel of niet in de begroting te krijgen. Daar hebt u het systeem van moties en amendementen voor, volgens mij. Okay. En ik wil het aan u laten, want ik heb ook graag dat het bij meerderheid dan wel gaat gebeuren. Dan gaan we daarmee aan de slag. Akkoord. Dan de Hessenweg. Ik begrijp op zich wel uw reactie. Wat ik niet begrijp is dat er een evaluatie is toegezegd en dat wij die niet gewoon krijgen. Ja, voorzitter, daar heb ik nog even. Is dat een einddocument? Voorzitter, daar heb ik nog even met collega Brunkelman over gesproken. Van waar zit die toezegging? Daar hebben we even over gesteggeld. De beleving bij het college was, er was een werkgroep en die hebben we daar even in meegenomen. Kennelijk is uw opvatting van de hele raad had daar nog iets van toegestuurd moeten krijgen, maar we kunnen er heel lang over bakkeleien. Wat mij betreft doen we het nu zo, dat we die concept ter inzage leggen. We sturen u alle informatie toe, dan hebt u ook alles en alle evaluatie tot uw beschikking. En dan is iedereen weer helemaal 100% aangesloten. Ja, akkoord. Fijn. Bedankt. Mevrouw Luiten, voor de onderdelen uit haar portefeuille en volgens mij liggen er nog twee moties inderdaad. Ja. Altijd hetzelfde, voorzitter, dank u wel. Wat ik mee begonnen. Ik begin dan ook maar meteen met het onderwerp wat in deze raad de gemoederen het meeste bezighoudt, de eikenprocessierups. Het klopt dat we daar heel veel aan doen, dat we niet alleen bestrijden zoals we dat de afgelopen jaren hebben gedaan, maar dat we ook, u heeft het allemaal mee kunnen krijgen en een aantal van u heeft ook zo'n kastje in uw tuin, heb ik begrepen, met de nestkastjesactie hebben geprobeerd om daar voor de langere termijn ook wat meer natuurlijk evenwicht weer te herstellen. Want dat is eigenlijk de grote oorzaak van deze explosie samen met de droogte van vorig jaar. Wij zijn alleen niet de enige. We hebben ook gezien dat het op zich heel goed werkt. Alleen, na wat ik net zei, na vorige zomer is de explosie zo groot. Dus daar kunnen de koolmezen niet tegenaan eten. Wij zijn niet de enige gemeente met dat probleem, want u leest dat overal in Nederland. En dat betekent ook dat wij al ons best hebben gedaan om extra in te zetten. Want u weet dat behalve de koolmezen doen we zelf ook nog wat. Namelijk, we zuigen de nesten weg op de gevaarlijke plekken. En als het echt niet anders kan, ik begrijp dat de VVD daadwerkelijk niets uitmaakt, want een napalmbom zou ook nog te verdedigen zijn wat u betreft. Maar ik heb daar zelf wat meer moeite mee. Maar als het echt niet anders kan, dan gebruiken we zelfs de bestrijdingsmiddelen die, die we dan nu hebben. Dat doen we liever niet, omdat we daarmee op lange termijn het probleem alleen maar groter maken. Maar we hebben zelfs in deze gemoedstoestand geprobeerd om nog meer teams en nog meer mensen op de been te krijgen om
nesten weg te zuigen, nog meer linten op te hangen en andere zaken. Alleen, u zal begrijpen, als heel alle gemeenten in Nederland hier last van hebben, er is simpelweg geen bestrijder meer die tussen nu en 3 of 4 weken kan komen opdagen. Omdat ze gewoon zo ronduit vol zitten. We zijn ook zelfs nog bezig met bestrijders die experimentele middelen hebben ontwikkeld, met olie en allerlei andere zaken. En ook die zitten al de komende weken vol. Dus wat de motie betreft, ik kan hem ruimhartig omarmen. Want we proberen al in te zetten op met extra inzet. Proberen al maatregelen te nemen. En de benodigde kosten die gaan al uit de algemene middelen als dat nodig is. Maar voor zover het in onze macht ligt, doen we alles wat, wat we kunnen. Dus dat wat betreft motie nummer 1. Dan vroeg meneer Stelpstra ook nog naar de kosten voor de vlindertuin. Dat is voor degenen die het niet weten, dat is een speciale plek op de begraafplaats voor hele jonge baby's en kinderen die zijn overleden. Daar is een gedenkplaats ingericht met een boom waar je vlinders kan ophangen ter nagedachtenis van dat soort kinderen of ongeboren kinderen die zijn overleden. Daar kunnen we alleen maar van zeggen, op dit moment weet ik niet precies wat de kosten zijn die we daarvoor rekenen. En ik weet ook niet of we een mogelijkheid hebben of een regeling voor mensen die dat niet kunnen dragen. We gaan dat wel opzoeken en kijken of we daar iets aan kunnen doen. Omdat natuurlijk we het met u eens zijn dat iedereen op die manier, een waardige manier, zijn ongeboren of overleden kind moet kunnen herdenken. U had ook vragen over de reguliere bijstand. Ik kan u nu een opsomming geven van wat we daar allemaal het afgelopen jaar aan hebben gedaan. Ik zou dat natuurlijk heel graag doen, omdat ik dan ook aan meneer Gelling kan laten zien dat we heus wel iets hebben gedaan en niet alleen maar met onze duimen hebben zitten draaien op dit terrein. Maar zoals ik ook al vaker heb gezegd, komt er nog dit najaar een uitgebreide brief over. Mochten we daar ook uitkomen dat we extra willen inzetten, want we willen daar sowieso op inzetten, maar als dat dan ook formatie betreft of andere maatregelen, dan hoort u dat natuurlijk ook in een vroeg stadium van ons. En zoals collega Ten Kater net ook zei, het is uiteraard dat op dat moment natuurlijk ook aan de Raad om te besluiten hoe u die begroting daar dan in vaststelt. Dat geldt ook voor de kunstopdrachten. Zodra wij daarmee bezig, of als wij weten wat we willen en mocht dat niet te vinden zijn, dan kom ik namelijk ook bij de nieuw voor oud discussie die mevrouw Kelder graag wil voeren. Dus dat lijkt me allemaal in die periode relevant om dat tegen elkaar af te wegen. En tot slot kom ik bij de motie voor de toevoeging aan het Fonds Maatschappelijke Initiatieven. We zijn daar als college natuurlijk zo met dit initiatief heel erg verguld. Dat kunnen we natuurlijk omarmen. Simpelweg omdat de ervaringen tot nu toe met dit fonds heel positief zijn. Het blijkt dat aanvragers activiteiten ontwikkelen die wij zelf van tevoren niet hadden kunnen bedenken. Ik denk aan skatebanen en nou ja, goed, ook hier kan ik een eindeloze lijst van voorbeelden noemen. Maar het mooie was nou juist van dit fonds, de gedachte daarachter was dat we dat nou niet van tevoren gingen invullen wat de mensen zelf wilden. Of dat wij hier in deze raad überhaupt niet gingen bepalen wat ze moesten willen. En hoewel ik de ophoging van dit fonds zeer waardeer, omdat de raad hiermee een heel duidelijk signaal geeft natuurlijk aan alle kernen, want denk nou toch na over wat je wil. Dat doen ze ook in dorpsvisies. Een groot aantal kernen heeft die dorpsvisies al gemaakt. Anderen die willen daarmee beginnen of zijn ermee bezig. Wij ondersteunen dat ook waar we dat kunnen op dit moment. Maar als u zegt ik ga kaders en thema's en budgetplafonds benoemen. Ja, daarmee zet u eigenlijk die kernen op voorhand dan alweer een beetje buitenspel. Dus ik zou u eigenlijk in overweging willen geven om, want als ik ook, dat wilde ik er nog aan toevoegen, hoor wat hier allemaal aan onderwerpen is voorbijgekomen. Ik denk aan de social development goals, die wij overigens ook een zeer warm hart toedragen. Nou, de omgevingsvisie zelf, speeltuinen, al dan niet inclusief. Het kernenbeleid is genoemd en zo zijn er nog een aantal zaken die zijn genoemd. Ik geef u op een briefje dat als we het hebben over een budget van zo'n 3,5 ton per jaar en we halen deze boodschappen op en gaan dat dan ook nog bij de kernen doen, dat de boodschappenlijst ook dan al veel langer zal worden dan die 3,5 ton die dan beschikbaar is. Ook al lijkt dat nu heel veel geld.
Dus wat mij betreft zou ik u in overweging willen geven dat u het college de opdracht geeft om eens een inventarisatie te maken. En dan een voorstel te doen aan u hoe we dat fonds zo gericht, maar met name ook regelluw mogelijk kunnen blijven uitvoeren. Omdat als we hoe meer regels we aan de voorkant stellen, hoe moeilijker we het maken. En ook dan het initiatief en de ideeën dan dus niet meer uit de kernen laten komen, maar juist... Of dan moeten ze weer passen in de kaders die in dit huis zijn bedacht. Voorzitter, ik denk dat ik dan nu alles heb gehad. Voorzitter. Ja, dat heeft u dat volgens mij niet. Ook. Maar de heer Stelstra heeft nog een opmerking of een vraag. Ja. Dank u wel. Ook dank voor uw reactie. Hè. Wellicht kunt u mij en de heer Gelling even uitnodigen om samen wat rupsjes te gaan vangen. Het was wel duidelijk dat u voorzitter, meer handjes ik, nodig had. Voorzitter, meneer Stelpstra mag onderbreken. Ik kan me herinneren dat meneer Boshoven de medewerking van alle leden en sympathisanten van GroenLinks al heeft aangeboden de vorige vergadering om hiermee te helpen. Dus we nemen uiteraard dit aanbod van de ChristenUnie dat u mede namens de VVD doet heel graag aan. Voorzitter, ik wil graag... En als ik daar dan aan toe mag voegen, voorzitter, dat de camouflagekleding van de heer Gelling wellicht heel erg goed werkt. Ja, de heer Boshoven, dan de heer Gelling. Ja, voorzitter, ik wil graag wel duidelijk zijn dat de GroenLinks is komen helpen met de bloemenveldjes in zijn en geen eigen processierupsen gaan vangen, voorzitter. Voordat wij voor vervelende opdrachten komen te staan waarvoor we niet hebben getekend. Dat is helder, de heer Gelling. Ja, het lijkt me ook verstandiger, voorzitter, want de methodes die ik erop nalaat om de eigen processierupsen uit de boom te krijgen, die staan GroenLinks vast niet aan. Maar misschien dat dit overhemd wel voldoende is. Je weet maar nooit. Wellicht, maar eruit gaan ze dan in ieder geval. Ik had nog even een concrete vraag, voorzitter, aan de wethouder ter zake de schulddienstverlening. Die komt een aantal keren terug. Die staat in de bestuursrapportage en in de kadernota. Het gaat met name even om de bestuursrapportage, omdat daar zometeen separaat over gestemd wordt. U zei de vorige keer dat het bedrag wat daar staat niet is om uitvoering te geven aan uw gedachten, maar nog slechts wat onderzoek betreft. Nu staat er wel... In de bestuursrapportage dat u allemaal mensen gaat aannemen en dat soort dingen om dit al ten uitvoer te brengen. Kunt u nog even zeggen wat nou de status precies is van het project schulddienstverlening? Wat we hebben besproken, dat is hier in de raadzaal aan de orde geweest, maar ook op de informatiebijeenkomst die we voor de raad hebben georganiseerd een tijd terug, is dat we op dit moment aan het onderzoeken zijn en we zijn dat voor u aan het onderbouwen. We hadden eigenlijk heel graag voor de laatste raadsvergadering, voor de zomer, dat plan bij u willen hebben. Maar omdat we het echt heel zeker willen weten, hebben we dat eroverheen getild. Maar u krijgt dat in september. Wat is het hele traject van de schuldhulpverlening? En dat gaat van vrijwilligers die je helpen met je boekhouding, als je het niet meer zo goed kan overzien, tot schuldsanering en alles daartussenin, leningen, noemt u maar op. Daar sturen we u een plan voor. En het idee is, als we bepaalde taken zouden willen overnemen omdat we die hier in huis willen gaan doen, dat we het dan bijvoorbeeld integraal kunnen afwegen bij iedereen die zich hier aan het loket meldt, dat we dan vanzelfsprekend ook aan u zullen voorleggen wat daarvoor nodig is. En dat zullen waarschijnlijk mensen zijn als we dat helemaal zouden doen. Maar u krijgt daar zelf de voor- en de nadelen en u kunt dat dan bij dat voorstel afwegen. Akkoord, merk ik. Minam. Voorzitter, als ik nog even terug mag komen op de... De heer Van den Berg en dan de heer Stelpstra. Even terugkomen op de reactie van mevrouw Leutens op de eigen processierups. Zij gaf aan dat ze ter bestrijding ook linten om die bomen ging doen. Als zaten. Ja, voor de attentie is dat natuurlijk leuk. Maar ik wil mevrouw Leutens meegeven dat het niet helpt voor de bestrijding. Nee, voorzitter, daar heeft meneer Van den Berg natuurlijk een punt. Ja, ja, akkoord. De heer Stelpstra nog... Ja, dank u wel, voorzitter. Ik wou nog even reageren op mevrouw Luijten en haar bijdrage ten aanzien van het maatschappelijk initiatievenfonds. Ik snap die vanuit uw positie. Maar als we nu kijken naar het huidige maatschappelijk initiatievenfonds, dan zit daar bijvoorbeeld al evenementen in. Hè, dus daar zit al een bepaalde schottering in. Ook als we kijken naar de oorsprong van het maatschappelijk initiatievenfonds, dan hebben we daar als raad ook aan de wieg gestaan van de kaders. Ik zou zeggen, ik neem uw opmerking mee, maar ik zou toch het initiatief bij de raad willen houden om te kijken naar of we, u legt in die zin een goede vraag in, of we überhaupt
ontschotting moeten doen. En als we dat gaan doen, hoe dat eruit gaat zien. Voorzitter, dat is vanzelfsprekend uit de houding van de raad. Ja, akkoord. Daarmee zijn we bijna aan het einde gekomen van de derde termijn. Ik had vanuit de portefeuille niet echt een opmerking, maar nog wel een opmerking van de heer Gelling, die mij triggerde over de raadsagenda, waarbij ik mij als voorzitter van het college aangesproken voelde. Ik weet niet of dat de bedoeling was. Maar toch nog goed om dat nog even scherp te hebben met elkaar. Want een raadsagenda in mijn beleving maak je eigenlijk vooral aan het begin van een nieuwe raadsperiode. Dat kan ook tussendoor. En in mijn beleving is er hier een bewuste keuze voor gemaakt, ook door de onderhandelaars destijds, om geen raadsagenda te maken, maar te komen met een coalitieakkoord. Zo beleef ik hem op dit moment. En ik denk dat het goed is dat als je een raadsagenda zou willen maken, want op zich kan dat natuurlijk nog steeds wel, dat je dat vooral met de raad ook in gezamenlijkheid moet doen. En nou, als u zegt van nou, dat willen we, dan hoor ik dat van de raad graag, want dan gaan we daartoe initiatieven opnemen. Het zou ook iets moois zijn misschien om mee te nemen in de werkgroep bestuurlijke vernieuwing. Om daar te kijken van wat moet dan zo'n raadsagenda inhouden. Maar nogmaals, mag ik daar iets korts over vragen? Ja, de Blank, we hebben toch wel degelijk wat sessies gehad met bijvoorbeeld mevrouw de Groothuis. We hebben toch wel degelijk gewerkt hebben aan een soort van raadsmanifest, raadsagenda, noem maar. Dus hoe plaatst u als voorzitter van de raad dat dan in het geheel? Oké, de heer Stelpstra. Ja, ik meen toch afgesproken te hebben als coalitie dat we juist wel op onderdelen aan de raadsagenda, bestuurlijke vernieuwing en de Sustainable Development Goals maken er onderdeel van uit. Ik versprak me de vorige keer. Dus in die zin, in mijn optiek, is er alle ruimte om een raadsagenda op te zetten. Maar dan past die ook heel mooi in wat ik zeg, hè? In wat nu ook is opgezet, zeg maar, in de werkgroep bestuurlijke vernieuwing. Om dat daar in mee te nemen. En of dat dan inderdaad een manifest is, of een agenda, of een lange termijn agenda, waar we nu nog mee werken, zeg maar. Maar dan zou dat de doorontwikkeling in mijn beleving zijn van die lange termijn agenda. En daar kan ook de werkgroep Sustainable Development Goals, zeg maar, ook een rol in spelen. En dat is eigenlijk precies wat er nu op dit moment gebeurt. Dus als ik hem zo mag duiden, dan is hij wel geadresseerd, zeg maar. Dan is dat goed dat dat ook helder. Akkoord? Ja. Oké. Okay. We zijn aan het einde gekomen van de derde termijn. Ik kijk rond. Zullen we direct doorgaan naar de vierde termijn? Overgaan tot besluitvorming. Over de stukken zoals die voorliggen. En dat doen we dan per agendapunt. Voorzitter, mag ik de moties behandeld worden. Eerst de heer Boshoven en dan de heer Brink. Voorzitter, ik zou graag heel even 5 minuten schassen om met de heer Schuurman te kunnen overleggen over de motie over de matrix. Ja, dat is akkoord. De heer Brink? Ik zou graag even een paar tellen willen schorsen. Zullen we 5 minuten doen? Of 10 minuten? 5 minuten. Akkoord. De vergadering is voor 5 minuten geschorst. Dank. Dames en heren, mag ik verzoeken om uw plaatsen in te nemen? Dan gaan wij toe naar de laatste ronde. Eerst over de stukken en dan de moties. Ja. En ik zou de moties... Geachte leden van de gemeenteraad van Hardenberg, ik heropen de vergadering. Aan de orde zijn nog steeds de bespreekstukken van vanavond. Wij komen toe aan de vierde termijn, de besluitvorming. Maar voordat we daarmee beginnen zou ik uw raad willen vragen, met name de indieners van de 6 voorliggende moties, hoe zij daarmee om willen gaan nadat het college daarop heeft geantwoord in de vorige ronde. Allereerst de motie 1 over het bestrijden van eikenprocessie. Rups, meneer Brink. Deze motie brengen we graag in stemming. Akkoord. Motie nummer 2, incidentele toevoeging maatschappelijk initiatieffonds. In stemming, blijft staan. De grote vanzelfsprekendheid. Motie nummer 3. Afsluiting Hessenweg. Wethouder heeft aangegeven overnemen. Maar u wilt hem in stemming brengen? Ja. Akkoord. Herintroductie reservelijst kadernota. Daarvan heeft college ook gezegd bij monden van de wethouder. Dat nemen wij over. Brengen we in stemming. U brengt hem toch. Wilt u nog eens benadrukken, zeg maar. Dus hij wordt wel in stemming gebracht.
Motie nummer 5, inzet op preventie en collectieve voorzieningen. Die houden we aan. Akkoord, die wordt aangehouden. Motie nummer 6, binnenklimaat, de matrix. Daarvan heeft de wethouder aangegeven van een toezegging om het in beeld te brengen wat de consequenties zijn. Ja, wanneer ik de toezegging kan krijgen dat het inderdaad in beeld gebracht wordt voor de begroting, wordt die aangehouden tot de begroting. Akkoord, helder en duidelijk. Dank, dan blijven er 4 moties over. Ja, dat is het geval. Dan gaan we over tot de stemming over de agendapunten, bespreekpunten die voor liggen. Allereerst, en mijn voorstel zou zijn om de moties bij de kadernota te behandelen na het agendapunt van de kadernota. Of bij het agendapunt van de kadernota. Allereerst agendapunt 6, de jaarstukken 2018 en de resultaatbestemming 2018. Behoefte aan een stemverklaring. Kunt u instemmen met het voorstel zoals dat voor ligt? Alle fracties aanwezig, alle aanwezigen stemmen in met het voorstel. Dank. Agendapunt 7. Eerste bestuursrapportage 2019 Hardenberg. Annex de 11e begrotingswijziging 2019. Stemverklaring. De heer Gelling. Voorzitter, zoals de VVD aangaf tijdens de algemene beschouwing, vinden wij de kwaliteit van de rapportages, of in ieder geval de juistheid daarvan, onvoldoende. Dus wij zouden ons graag onthouden van stemming, maar aangezien die mogelijkheid er niet is, zullen wij tegenstemmen. Akkoord. De fractie van de VVD stemt tegen dit agendapunt. Anderen zijn voor. Dat is het geval. Alle andere fracties stemmen in. Daarmee is het voorstel van de eerste bestuursrapportage aangenomen. Al dus besloten. Dan komen we bij agendapunt 8, de kadernota 2020 van de gemeente Hardenberg. Behoefte aan een stemverklaring? Niet. Dan vraag ik u, kunt u instemmen? Fractie van de ChristenUnie, akkoord. CDA akkoord, GroenLinks akkoord, VVD? Tegen. Tegen. D66? Tegen. Op koers.nu? Voor. Partij van de Arbeid fractie? Voor. 50+, voor. Daarmee is het voorstel, de kadernota 2020, met een meerderheid van stemmen aangenomen. Brengt ons bij de nog voorliggende moties. We beginnen bij motie nummer 1. Het bestrijden van de eikenprocessierups, ingediend door de fracties van het CDA, ChristenUnie en de VVD. En ik vraag om uw hand op te steken bij de overige fracties of u voor of tegen bent. Als u voor bent, dan moet u de hand opsteken. GroenLinks voor. D66 voor. Op koers, maar nu voor. PvdA is voor. En ook een fractie van 50+ is voor. En daarmee betekent dat deze motie is aangenomen. Daarmee is dat besloten. Brengt ons bij motie nummer 2. Incidentele toevoeging fonds maatschappelijke initiatieven. Stemverklaring, niet het geval. Ingediend door de fracties van de ChristenUnie, CDA, op koers.nu, Partij van de Arbeid. Ik kijk naar de andere fracties of u voor bent. Als u voor bent, wilt u dan uw hand opsteken. GroenLinks voor. Tegen, D66 tegen, op koers.nu, tegen, voor, sorry, u had al ingestemd en de fractie van de PvdA was voor, dan kijk nog naar de fractie van 50+, is voor. En daarmee is dit voorstel met een meerderheid van stemmen aangenomen. Motie nummer 3, dat gaat over de afsluiting van de Hessenweg, stemverklaring, niet het geval. Ingediend door de fracties van VVD, CDA en op koers.nu. Andere fracties kijk ik naar of u voor bent. Als voor bent, hand opsteken. 50+. U staat er al bij. Ja, u staat wel bij de ondertekenaars. Akkoord. PvdA voor. Op koers.nu had al getekend. En D66 is voor. En de VVD had ook al getekend daarmee. Hebben alle andere fracties gehad, behalve de fractie van de ChristenUnie. Wij zijn voor, voorzitter. Dank u wel. Daarmee is ook dit helder en duidelijk. Is deze motie met een meerderheid van stemmen aangenomen. Motie nummer 4, tenslotte. Die gaat over de herintroductie van de reservelijst van de kadernota. Ingediend door de fracties van de Partij van de Arbeid, ChristenUnie, GroenLinks, D66. Ik kijk even naar de fractie.
op koers en CDA al weer achterhaald, zie ik. Ook voor de fractie van de VVD. Tegen. Tegen. D66 was voor op koers.nu. En dan de fractie nog van... Nee, alle andere fracties zijn voor daarmee het voorstel aangenomen. Deze motie is ook aangenomen. En 50PLUS hoort daar ook nog bij. En dat is voor de geschiedschrijving niet onbelangrijk, inderdaad. Deze motie is aangenomen, meerderheid van stemmen. Dank u wel. Brengt ons bij de hamerstukken van vanavond. En de stand is nog steeds 1-1, heb ik begrepen. Maar dat gaat over iets anders. De hamerstukken van vanavond. Agenda punt 9. Het voorstel tot vaststelling categorieënlijst verklaringen van geen bedenkingen. Behoefte aan een stemverklaring? Niet het geval. U bent voor. U kunt instemmen met dit voorstel. Dat is het geval. Algemene stemmen aangenomen. Agenda punt 10. De rondvraag. Behoefte om gebruik te maken van de rondvraag. We zijn nog mooi op tijd. Het zou kunnen. Dat is niet het geval. Nee, helaas. Agenda punt 11. De sluiting van deze vergadering. Dank voor uw inbreng en doorzettingsvermogen. Het was een mooie vergadering en veel succes. En 2 juli, dinsdag, zien we elkaar weer. De vergadering is gesloten.